Welkom op het podcastkanaal van Vechel Fantasy. Mijn naam is Rick Vechel en ik ben onder andere Dungeon Master en schrijver van allerlei tofs rondom Dungeons & Dragons 5th Edition en natuurlijk mijn eigen avonturen handboek. Op dit kanaal vind je onder andere The Wonders, een wekelijkse Nederlandstalige D&D livestream en programma's zoals D&D Dialoog en D&D Dutch, waarbij ik in het Nederlands dieper duik in de wereld van Dungeons & Dragons. Voor meer informatie bezoek www.vechelfantasy.com, maar voor nu vooral veel luisterplezier. Goed, dat gebeurt. En zit even kijken. Hallo allemaal, welkom terug. Hallo. Bij de fysieke versie van onze D&D-game. Oh. Het voelt eigenlijk alsof we een maand niet gespeeld hebben ofzo, maar het komt gewoon door dat we het aan-uit hebben gehad. Omdat het heel verwarrend was. Dus dadelijk moet Dave extra goed werken, zo recap. Hallo. Wie zegt dat ik er niet goed? Je bent daar heel... Oké, Jesse mag hem schrijven doen. Ik moet Jesse gewoon een keer de techniek in orde maken. Ja, ik ben chatmoderator. Ja, ik ben een chatmoderator. Hij is livestream moderator, dus jij moet recap moderator. Wat een ik denk dat de Discord server gaat. Ik ben camera moderator. Hi back. Probeer het later maar. Ik heb helemaal niks te doen. Jawel, ik moet zo naar jou. Goed. En dan naar Jesse. Oh, naar Jesse. Dan moet ik de wandelschouder nu, dat is het belangrijkste. Oh ja, 220. Ja, dat gaat lekker. Want de vorige was inderdaad volgens mij de dag ter tweeën. Ja, jammer dat we de 222 niet hebben gehaald. Maar goed. Hè? Er is de kans dat we vandaag gaan doen. Dat gaat vandaag gebeuren. 22e van februari van 2020. Sorry. Ja, beter dat je spijt hebt. Sorry. Ik ga zelf verder met de andere dingen. Toen ik wel gewoon dat toch mag doen. Hopelijk. Eens even kijken. Zoals altijd, een groot dankjewel aan Peer Creation, een van de grootste sponsoren van dit jaar aan... deze stream. Dankjewel. En denk eraan met de code VECHEL2022 krijg je 5% korting. En zoals we vorige keer wel geteld hebben, krijg je dus bij hoeveel minis eentje gratis? Huh? 4! Dat is 20 minis. Zoals de D20 heb je in principe gratis. Dat was het zo. Dus, weerom zet je bazen, dank jullie wel. En dit krijg je stelletje bazen, dat zijn namelijk 4 mensen. Dus. Okay. Gaan we eens even kijken. Goed te weten, 20 maart is het Wereldverteldag. Dan komt onder andere een extra livestream online. En dan gaan de eerste tafelverhalen online. Ik heb wat toffe dingen al gekregen. Laat ze meer komen, want hoe meer je opgenomen te horen, hoe meer aan die dag al live gaat. Gewoon dat je meteen nog een playlist hebt in plaats van 1, 2 verhaaltjes. En gewoon meteen, mag je dan fietsen, nou weet ik wat allemaal. Oh, daar zit te ver met het knopje erop. Daar zit de uitknop. Nee, maar het uitknop zit hier toch? Nee, dat is die ons. Ja, wat een... Geit, telefoon. Nou, gewoon past niet in. Goed, eens even kijken. Lekker. Zeg, dan heb ik een leuk nieuwtje. Vanaf volgende week begint de eerste Vechel Fantasy After School Club. We hebben een jongeren gek genoeg gekregen die wat nu samen in zijn schermen gepakt en zeggen: wij gaan elke week jorden. Nerd! Ja, dat wie doet nou zoiets? Ja, vooral elke week ook. Ja, wat de... Boy, ja, dan ik zijn weet het natuurlijk niet deze avond. Ja, dan zijn die nog jong ook nog. En ook een van de andere sponsoren, Crafty Goblin, die gaat ons erbij helpen namelijk. Crafty die heeft, Goblin? Die heeft namelijk momenteel een te gek kortingsactie lopen op de starter set. Oké. En onder andere die met wat leuk extra materiaal gaat richting deze afschoolclub. Om even net zo tof te maken. 4-0? Nee, 4-0. Voor de mensen die niet konden horen, hè. 4-0, maak een vinkje. Dat vind ik het meest makkelijke. Voor de mensen die denken, hey, waarom werkt Discord niet? Discord even... Oh, jij spincode. Increase API error rate en push error rate. 4, 8, 6, 3. We wilden op de plaats op... Oh, jij spincode. We hebben nog één poging. Weet je zeker dat het 4, 8, 6, 3 is, Rick? Oh, fuck. Ik weet wat je bedoelt. Ja, jongens. Zoals jullie zien, het is een lange tijd geleden. We zijn nog heel even aan het... Nu mag je nee. Sorry daarvoor. Nee, dus we hebben al teruggezet. Ook de schermen zo hangen namelijk weer terug. Simpelweg, Janine is momenteel positief getest op corona, dus ik zie heel veel zelfisolatie. Dus ook mijn afstand naar jullie is vandaag des te groter. De schermen zitten er extra bij. Ook al ben ik vandaag al 2 keer negatief getest en blijf ik dat gewoon in den treuren doen. Mijn neus voelt zich echt heftig verzwakt. Als ik nu een keer echt aan niezen, weet ik zeker dat het alle kanten op gaat. Dus daarom zijn de schermen een extra bonus. Geen zorgen, Kevin. Nou, ik heb al bij jou. Wat was anders, brengen we één laatste ding. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. En omdat we natuurlijk geen vrouwen meer aan deze speltafel hebben,
We gaan dit jaar ook werken met gastspelers. Dus wellicht in de toekomst zit er wel een vrouw bij. Leuk. Maar dus wel, na een stukje corona shit, als alles weer een beetje in orde is. En we ook de schermen allemaal langer weg kunnen halen. Oh. Zonder we bang zijn voor alles. We mogen een lijstje doorgeven? Nee. Dat lijkt me bijzonder onverstandig. Nou. Je weet je moeder waar ik mee doen. Ik zweer het je man, die kon daar. Ja, maar die grootste die in de fan die wat ik Die kon ook echt. Die deelt bijna alles en like, alles op dit man. Fantastisch. Maar ik moet wel kennen, nu ook wel. Eerlijk is eerlijk, de afgelopen dagen gezien ligt goed op bed, want die is gewoon echt ziek. Dus ik heb alleen Kieran. En ik heb nooit vrouw gespeeld op dit als nu. Single dad is hard. Dus, Jeline, moet pas, alsjeblieft. Bazen, als ik me toch overtuigd vond, probeer dit eens een paar dagen lang en je weet meteen waarom we er meer wat in verdienen. Goed doen. Nou, dat gezegd hebbende. Tijd voor echt een duchtige recap. Want eerlijk gezegd, het is allemaal lang geleden. En we gaan wel een super leuk ding in nu momenteel. Ik heb samen genoteerd, ik ben benieuwd hoe jullie het nog beleefd hebben en helder hebben. In a galaxy. Ik heb niet heel veel opgeschreven. Dus ik ga een beetje freewingen. Feestala. De sessie voor de vorige sessie waren we geëindigd in de Yawning Portal. Weet je nog? En toen was er die Spinnerman. Spider-Man. De Spinnerman, precies. En die Spinnerman die zei, hey, dit is mijn huis, ga eens weg. Toen zeiden we, nee, we moeten hier zijn. Toen zei hij, nee, maar je moet nu weg, want dit is mijn huis. Toen zeiden we, nou ja, nee, we maken je maar gewoon dood. Toen zei hij, oké, dan ga ik je aanvallen. En toen begon hij aan te vallen. En toen had Lee heel veel pijn. Een beetje huilen, een beetje auw. Auw, hè. Ja, precies. En toen gebruikte Mithrontas een Bigsby's hand. En dat werkte best wel goed, want daar zat de spin vast. En toen werd de spin opeens best wel makkelijker om te verslaan. Maar Spinman was natuurlijk niet alleen. Dus kwam er nog een Spinman. Ultra Spinman. Ultra Spinman. Nee, hebben we daar een minimum van, want die was wel echt ziek. Het was geen Spinman. Ik zie hem daar staan. Ik zal de camera even wachten. Spider. Hier is Spinman. Spinman was spinachtig. Oh, daar is. Dit was eerst Spinman. Dat is tweede Spinman. Nee, het is Super Spinman, man. Sorry. Spinman. Super Spinman, man. En Super Spinman, man kwam met Minotaurus, man. Dat is. Er kwam er dan ook een Minotaurus bij. Oh, die gaan we ook nog laten zien. Nee. Oh, oké, die gaan we niet laten zien. Nou, prima. Wat is voor mijn les op? En Minotaurus man, die dacht, hey, jullie vallen Spinman aan. Dus daar ben ik niet zo blij mee. En toen ging Minotaurus man ging aanvallen samen met Super Spinman man. En toen was het wel best wel zwaar, want Spinman was niet meer alleen. Die had Super Spinman man en Minotaurus man bij zich, dus dat is wel een beetje moeilijker, maar uiteindelijk wij, de onbenoemde groep die we zijn, verslaan natuurlijk Spinman, Minotaurus man en Super Spinman man. Gemakkelijk. Super Spinman man. Kom op, je moet wel opletten, hè. Ik ben zo dat ik geen recap doe, dit is niet volgehouden. Wel opletten. Super Spinman man. We hebben Spinman, Minotaurus man en Super Spinman man. Ik vind het leuk dat jij dit zo wel. Ja. Nou, nadat ze alle drie dood waren, Minotaurus man hadden we op straat aangevallen en doodgemaakt. Ik denk ergens of we hebben staan oplachen en aangeslagen. Ja, Spinman was gevlucht. En Super Spinman man, die was ook gevlucht, maar daar heb ik nog een fireball achteraan gegooid met een oliebom van ons. En toen was een vuurbom man. Een vuurbom man. Een super vuurbom man werd het toen. En zodoende is die dus dood. Uiteindelijk maken we de Yawning Portal dicht. Met onder Super Spinman man. Super Spinman man die dood was nog altijd. En Spinman die vooral heel droevig was dat Super Spinman man dood was. Dus wou die wraak nemen op Super Spinman man. Dus kwam hij naar boven klimmen. Maar dat kon niet, want we hadden de Yawning Portal dichtgemaakt.
Zodat er geen Super Spinman Man of Ultra Super Spinman Man Man naar boven kan komen. Gewoon Freek bedoel je? Ja. Gewoon niet vragen. Ja, moet niet. Ik ben vooral aan het letten dat ik Super Spinman Man goed zeg. Okay. En we deden dat net? Ultra Bagura Man. Ja, we hadden daar inderdaad Ultra Bagura Man voor. Van Slay. Eén man, dat is wel jammer. Niet zo mannelijk als Super Spinman Man, maar goed. Maar je hebt. Uiteindelijk is de put dus dicht. En lopen wij naar het kasteel. Castle Water. Die man. En dat is een zigzaggend dingetje, hoe we daar boven komen. Want we komen bij, bij de poort van de castle area, zeg maar. En daar lopen we dan een beetje doorheen. En alles is heel erg stil. En er is niemand. En we lopen daar een beetje door. We worden niet aangevallen of zo. Het is gewoon heel scary. En vooral de wijze waarop ons DM zegt van, oh ja, maar jullie horen echt helemaal niks. Het is wel heel erg raar, hè jongens. En wij zeggen, ja, dat is inderdaad heel raar. En zodoende komen we zonder kleerscheuren heel makkelijk bij het kasteel. Dan hadden we een toren en dan een paardje schuin en dan nog een toren en dan een paardje schuin en dan nog een toren en dan een paardje schuin en dan nog een toren en dan nog een paardje en dan kwamen we dan bij het kasteel aan. En daar aangekomen staan we bij een deur. Een poort. Het was geen deur, het was zo'n stalen, metalen hek wat omlaag is. Een portmoculus. Dus. Een portmoculus. Pulus, mulus. Portmoculus. En Porta Monzana. Zo. Geen idee. Nou, daar komen uiteindelijk Raven en Slay die klimmen naar boven. En die Mutanta met Pumba die feeststeppen binnen de poort. En daar zijn we geëindigd. Wauw. Ik vind je bekend. Ja, inderdaad. Alsjeblieft. En jullie dat zonder ook maar iets op te schijnen. Jullie zijn momenteel in de binnentuin van Castle Waterdeep. En dan pak je even goed erbij. Ja, die moet je. En we hebben dus momenteel een aantal torens, want Castle Waterdeep ook die binnenplaats zijn, brengt door een 8-9 torens totaal, op een eentje langwerpige vorm heeft, maar de rest eigenlijk gewoon het als je in de ronde toren zit. Jullie zagen wat brokstukken aan de rechterkant van het grote pand waar je tegenaan kijken. Oh ja. Waar een grote houten poort staat, een grote houten doorgang, zo'n ouderwetse kom maar binnen met je paas en de glaasje, dat soort doorgang. Alleen dan met alle pieten erbij. Dus daar waren je moeten in je binnentuin, waar na het al 6 weken onkruid woedt, maar voor de rest eigenlijk niet zoveel gaande lijkt. Ja, er was een gat, de muur was doorgebroken. Dat weet ik niet. Want op het moment dat we stopten, zei ik dat ik ging kijken wat dat was. Nou. Ja, maar we zagen brokstukken, toch? We zagen brokstukken van een muur. Ja, we dachten van oké, we zagen inderdaad iets afgebrokkeld, dus dat er een gat in de muur zou zijn of zo. Maar we weten het niet precies, want dat ging ik kijken, maar dat mocht ik niet zien. Moet ik wachten. Nou, doe een perception. Ik doe een perception. Nou, whatever that may be. Ga je stealthy naartoe eerst? Kan ik niet hier gewoon zo... Nee, want deze courtyard is enorm. En ik ben vandaag bezig geweest met een en mijn Chessex battle map is zelfs te klein voor het kleinste deel van de map. Er zijn die gangen die wat groter zijn eigenlijk dan mijn Chessex battle map in dit ding. Damn. Even om jullie ook een beeld te geven hoe groot dit kasteel is. Dus we gaan dadelijk spelen op een heftig kleinere versie van Castle Waterdeep. Je moet indenken, je hebt echt veel meer ruimte dan wat je nu hebt. Oké. Okay. Als je ooit voor een fan zit, moet je gaan. Is vluchtig even geen zin meer. Ik ga er stealthy naartoe. Maar je hebt wel een stealth check, want het is echt een aantal meters. Ik denk dat jullie even afwachten op wat er komt. Ik ben vooral aan het wachten tot jij gaat vragen, wat is jullie passive perception? Wat ik zeg, 14. En dan zeg je, ook met 14 hoor je... Nou, de 16 volgens mij bij jou, hè? Of 13? Vroeger was het deel van. Passive perception, 13. Zelfs met 12 hoor je. Who enters my castle? Eest. 21. Oké. Je sluipt naar de zijkant toe. En ik ga even voor jullie gemak. Jullie gewoon nu al aanvallen? Voor jullie gemak, nu al bolus vol.
Nee. Wat gemak. Je hebt inderdaad die trap die omhoog gaat naar die twee houten deuren. Nu zit nog in die tuin, die grote courtyard. We staan nog niet in de tuin, toch? We staan op die muur. Die is wel in dat. Of jullie staan op de muur inderdaad. Jij bent op die muur tegen. Jij bent ook bij je al naar binnen. Ja, ik sta gewoon bij de poort. Ja, precies. Maar jij kunt mis. Ik ben wel doorheen gegaan, maar ik sta nog bij de poort. Dus we staan nog niet in de tuin. Ja. Je loopt via de muur en dat is echt wel een zo goed. Je moet ook om een tweetal torens zien om een gezicht te krijgen waar je naartoe gaat. Oké. Okay. Maar ik kan er even. Daar was je? Ja. Oké, waar is dat gat? Dan kan ik vanaf daar kijken, toch? Ja, vanaf hier kun je dan kijken. Oké. Ja, gewoon even dat je weet hoe. Nee, oké. Zijn we er eens? Dus, met een lichte verveling. Gaat slijf de muur en zoveel mogelijk onder die kantelen, dankjewel, door zo gruisjes mogelijk zover het steen naartoe laat. Tot je met daar aan de zijkant kijkt. En je ziet dat er een groot gat in de muur zit. En het is een gat. De portcullis waar je net tegenaan kijken waren, is kleiner. Dus hebben we een gat waar in principe een goede doorsnede van een meter of 10 bij 10. Okay. Groter dan menig huis is daar uitgetimmerd en de muur staat er overheen, dus pluspunt voor wat die bouwgroep. Is het daar uitgetimmerd of lijkt het alsof er iets doorheen gebroken is? Oh, je hebt zeker doorheen gebroken. En je denkt zelfs dat het naar binnen gebroken is, niet naar buiten. Want er liggen opvallend weinig stenen voor hoe groot dat gat is. Hoeveel mensen ervoor te zijn, je gaat meteen alarm aan. Dus vanuit de plek waar ik kijk is iemand door de muur die andere kant op gegaan. Naar binnen toe. In principe hier de rode lusjes in. Alzo, ja, oké, ik snap het. Ja. Oké. Ja, duidelijk. Ik wil wel zeggen, is er nog een andere doorgang, maar dat hoeft niet, want dat is de doorgang die ze gemaakt hebben. Je hebt inderdaad die doorgang, en je hebt natuurlijk de doorgang die wat goed de deur. Die deur met die trappen, ja. Zie ik voor de rest iets om me heen? De muren of in de tuin? Ja, toen als je van de muur afkijkt, heet echt zo'n water die benzine, een paar dingen vliegen, die sommige chimera die op je doen komen is bijvoorbeeld. Maar van de rest hier lijkt niks eigenlijk. Oké. Okay. Dan loop ik terug naar Raven. Nou, een half uur later. Wat doen jullie in de tussentijd? Of is echt gewoon super chill. Ja. Ik had Konba zo'n beetje achter. Jij staat nu. Ik sta bij Konba. Ah ja. Ik zie je niet, ze hadden nu een hoekje gedoken. Ik gooi een oliebord naar onder. Nee, ik wacht gewoon netjes. Blijf ook op de uitkijk natuurlijk, kijken of ik niet dat hij daar rechts staat te kijken dat er voor links iets aankomt gebulderd. Maar gewoon alert en opletten. Kijken dat er niks, niks jullie gaat verrassen. Truth. Er zijn een aantal dingen dat je ziet dat er wezens naar. Of richting de eerste paar muren van Castle Hill die gaan, die wat jullie omzeild hebben nu in de gymcheck. En je hebt ook wat gedreun richting de eerste toren, maar ik snel houd daar weer op. En het punt is alleen dat je helaas niet kunt zien wie het is, hoe de hoogte van de muur en de hoogte van de muur. Helder. Dat is een korte poging om binnen te komen, beschikbaar, en dan is het. Dus ik zie ze wel eens om weglopen. En ik zie grotere figuren weer de stad inlopen, dus door de huizen zie je helaas nog niet. Dat enige gat wat naar binnen leidt, hè, wat gemaakt is, dat is het enige gat in een muur wat ik kon zien. Ja. Ja, nee. Ja, ik loop terug naar de rest en ik vertel wat ik gezien heb. Aangebloemd. Hey, want die zien want dat Mithrandir en Kumba staan onder. Onder de stadsmuur. Ja. Dus ik heb niet zien, want. Nee, oké. Okay. Maar ik zeg tegen Raven, zeg jij daarachter is een groot gat. Laten we daar even een beetje te buurt blijven nog. Maar we kunnen volgens mij de tuin in, want in de tuin hier is niks, volgens mij ik weet. Kunnen wij over de rand naar. Want is er een toren die waar het gat bij staat, die twee torens? Is een van die torens van, dit is de toren. Nee. Alle torens zijn hetzelfde, behalve één die is lang. We hebben een drietal grotere torens. Oké.
Okay. Eigenlijk vier, maar drie zijn echt ook wat hoger in statuur. En dat zijn deze drie. Deze zijn ook werpiger. Ik hoef het langer van voor in plaats van een spitspunt. Ja. Die was spitspunt, die is ook het groter, maar echt gewoon in formaat breder. Maar die drie zijn het hoogste. En dit is waar het gat zit. Ja, en als ik zeg maar daar naar binnen zou komen lopen, waar zou ik zeggen, oké, dat is de entrance van naar de courtyard, naar de, hoe zeg je dat? Die deur met die trap in het midden. Ja, want in principe ook, het is een stadsmuren, hè, waar je overheen kunt lopen voor de DVD. Gewoon in het midden. Stoppen, eigenlijk hier. Want hier zie je de paden lopen, tot daar kun je ook bovenop komen. Oké. Okay. Dus in principe de hele voorkant hier, die is beschermd. Want ja. Want dit is schip de drie stadsmuren. Ja, en dat witte ding tussen die rode en die blauwe, dat is een beetje de... Dat is kapot. Dit is de entrance. Okay. Nu snap ik het, ja. So we go to the entrance. Maar laten we eerst zeg maar tegen die handel zeggen dat hij naar binnen kan komen. Oké. Okay. Zaal binnen. Hij staat nog goed nog bij de portcullis. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dan gaan we eronder. Klimmen we aan de andere kant weer omlaag. Easy up, hè. Hoe komt het jullie athletics zijn met de athlete feet? Ja, als we dan bij Mitranta een comba zijn, dan vertel ik ook bij Mitranta. Dat er aan de rechterkant een groot gat in het gebouw is. Dat er nergens anders een gat te zien is. Want ik denk dat er dus waarschijnlijk iets is komen aanvliegen. Daar een gat zal gemaakt hebben. Want ik zou niet weten hoe er anders een gat van buiten naar binnen gemaakt is. Op iets wat hier altijd al rondgelopen heeft. Maar waarom zou hier altijd al iets rondgelopen hebben? En we kunnen ervoor kiezen om naar dat gat te gaan, of als we naar de hoofdingang gaan bij die trap, dan zouden we waarschijnlijk in een soortgelijke ruimte of de ruimte daarnaast uitkomen. Maar, volgens mij heb ik op dit moment exhaustion level 1. Ik. Alleen jij? Alleen jij, ik denk omdat ik door ben gegaan. Ja. Was dat voordat we gingen slapen? Die hadden eerst twee, toch? Dat kan. Volgens mij had hij twee en toen zijn we in dat huis gaan slapen en toen is dat één. Oké. Ja, je hebt nou dus nog steeds één. Dan ben je full health. Ja. Maar ik heb wel level 1 exhaustion. Ik weet niet of het slim is om hier nou ergens... Ja, dus ik zeg gewoon even dat ik level 1 exhaustion. Ja, dit is het advantage op de bounce. Ability checks. Dus zo'n stealth... Investigation. Daar merk je dat je ook heel wat zwaar bent te worden. Ik kan vooral niet veel doen. Combat kun je best wel doen, maar daar... Ja, combat. Ja, maar dan gewoon opletten en vertellen als wij je moeten helpen ergens mee, dan kan dat toch? Ja. Mooi. Maar goed. Het ziet maar één ding binnen. Wat in een kasteel, in een muur, een gat kan maken. Balgoba. Echt? Nee, dat is echt wat ik niet zou denken. Dat weet ik wel. Ik zou eerder denken aan een Balgura of zo. Maar die kan niet vliegen. De muur is hoog, maar niet zo slecht dat je Balgura niet zou kunnen. Daarentegen of je Balgura... En aan de buitenkant hebben we die brokkels gezien, dus misschien is hij wel... Is dat zo? Hebben we zoiets gezien? Ja, brokkels gebuisjes liggen. Ja. Maar niet genoeg om dat gat te verklaren. Dus daarom dacht jij, er is wat naar binnen gevlogen. Nou ja, ik zeg gewoon via de hoofdingang naar binnen. Want als het gat... Hij ja, het gat is waarschijnlijk direct daar naartoe. Ah, en waarschijnlijk is dat wel ook inderdaad de plek die in de gaten houdt. Ja. De deur kan al voor stel handig zijn, maar tegelijkertijd... Misschien is het een en dezelfde ruimte. Ja, maar ik, ja. Hij heeft met een reden inderdaad de deur niet gepakt. Maar... Kan niet, Hunter, kunnen we niet iets als een soort van scout naar dat gat sturen dat we in ieder geval even daar naar binnen kunnen kijken? Dat iemand ons onzichtbaar naartoe kan of dat we iets kunnen gebruiken op afstand. Ja, ik kan. Dat is mijn vliegend oogje halen. Of ons Pikachu of kan, ik kan iemand onzichtbaar maken. Ik zelf ga niet onzichtbaar naar binnen, want ik heb dus het handig op mijn liedje. Wie is het beste en stil lopen? Ja. Blijven wij goed invisible als we van jou weglopen? Ah. Daar kunnen we wel heel niet achter komen. Door het in ieder geval uit te doen. Maar ik ben maar niet. Ja, ik heb het jij moet doen. Ja, nou ja, ja. Dan raad ik niet aan om het niet. Ik zeg niet naar binnen gaan. Oké. Ik zeg naar binnen kijken. Oké. Het gaat om een scout. Oké. Ja.
We gaan, maar nogmaals. En dat zou dan namelijk ik net dat beetje extra info kunnen geven om te bepalen gaan we daar naar binnen. Nee, weet ik, maar dat zou net dat extra beetje info kunnen geven of van gaan we daar naar binnen? Of gaan we bij de poort naar binnen? Ja. Of gaan we hier überhaupt naar binnen? Ja. Nou, we moeten sowieso de bol gaan zoeken. Ja, maar misschien is die niet hier. Ja, denk ik wel. Ik denk het ook, maar misschien niet. Ja. One way to find out. Misschien is hij naar binnen gegaan. Bolgepak is weggegaan. Ja, dat kan. Ja. Zo lang, sucker. En als jij nou daar gaat kijken, dan zie je misschien van, hé, er staat zo'n bocht met vier, staat de bol. Ja. En dan staat er geen bol, is de bol weg. Weet je, ik heb het ervoor over. Ik heb het ervoor over om eerst jou invisible te maken. Loop jij een stukje weg, kijk of jij weer ding wil worden. Twee extra spelsels kwijt, hè? Ja, maar dat maakt me niet uit. Ik heb sorcery points genoeg. Maak me maar invisible, loop ik wel. Ik weet ook echt op mijn vingers. Nu ben je invisible. Ja, ik loop langzaam, niet precies stealth, maar ik ben invisible, maar ik loop langzaam richting dat gat. En als ik in de buurt kom, wil ik bij wijze langs de zijkant zo echt beginnen met om het hoekje gaan kijken. Zeg maar. Is het gat aan de zijkant? Ja, je hebt zo dat gat. En ik wil niet zo dat gat inlopen, maar zo vanaf hier zo, en dan naar binnen kijken even, en dan langzaam zo. Steeds, als ik denk dat het veilig is, steeds een stapje verder. Okay. Dat ik net wat verder kan kijken, totdat ik denk, oké, nu moet ik stoppen met kijken. Je trapt het naar de deur, ga een goede 15 meter omhoog. Dus je hebt ook een klim nog. Just so you know. Dus het gat zit 15 meter boven de grond. Oké, maar ik kan niet klimmen. Dus. Ja, oké, maar goed. Dan moet ik wel naar het midden. Dat is wel het handigste dan. Dan ga ik aan het midden van het gat omhoog klimmen. Ga er naartoe, steeds de tuin over en laat op wat, volg de planten na. En je bent oké. Maar als je gewoon de paarden tussendoor volgt, de winstkans dat je op dingen gaat staan en dergelijke. Want je bent momenteel invisible, toch? Ja. Ben ik momenteel invisible? Ja. Okay. Ja, maar dat is gekast, dat ben ik van even. Ja, dat is zeker gekast. Ja, ik weet niet of je vinger ook echt aangezakt hebt. Ja, jawel. Okay. Die phone home. Ja. Dus, dat gezegd hebben. Je gaat er zeker naartoe, wil je hem hoofdklimmen. Zijn de paas steeds niet onder toe vallen, maar niks wat niet zou kunnen gebeuren als er een paar baks in los zitten. Gelukkig valt er geen naar binnen op je hoofd, dus geen excuus even door waar je bij muur klimt. Oké. En een gegeven moment kijk je een kamer in. En, of althans, je kijkt best een grote ruimte in, maar niet omdat die bedoeld is, zal ik maar zeggen. Het is gewoon allemaal doorgebroken. Ja, je kijkt namelijk een kamer in, op zich is die maar een... In de lore is die een stuk groter, maar bij jou in principe gaat het om een 20-30 feet breed, dus die is bijna helemaal uitgebroken. Je ziet een muur aan de zijkant waar een paar scheuren te zien zijn. Je ziet een paar kasten die om elkaar gedonderd zijn. Ja. Allemaal restanten van stoelen en tafels die echt ondergedolven zijn, onder van alles en nog wat. En je ziet een stukje kozijn tussen het steen aan de... Tegenover jou, waar je verder de ruimte in kijkt, daar is nog zo'n ruimte. En daar is nog een gat. Dezelfde grote gat. En het is wel donker, dus inmiddels gaat de darkvision een beetje achterwege. Ja, oké. Want de pakken die we brand hebben zijn op. Ja. Dus maar je ziet gewoon binnen één groot gat naar voren toe. Hoe groot is het? 10 bij 10 meter. 10 bij 10. Groot. Ja, dus... Ja. Hoor ik iets? Of zie ik iets bewegen vanaf de verte? Waar is het percept? Als ik eventjes zo een minuutje kijk. Wat was mijn perception? 19. 19. Blijf eens daar zitten. Even wachten op wat komen gaat. En op een gegeven moment hoor je wel wat. Dan moet je weten welke taal je spreekt. Wow. Common? En infernal? Bijna niet. Het is wel een redelijk... Ja, dat is een item. Het is geen... Het is een vrij ruwe taal. Oh, dat wordt ver achteruit keel, zal ik maar zeggen. Heel veel harde klanken. Amsterdams. Goede raad. Je weet je meer naar het Oostbroek moet gaan. Weet je wel, dat soort harde steven. Oké. En... Even twijfelen. Ik denk dat je hoort wat gevechten hoort. Zwaar tegen klauw, wel bekende geluiden op jullie, want ja. Okay. You've seen some shit. Maar in de weg. Hier in deze ruimte, in die doorgebroken paar kleine ruimtes die nou één grote ruimte vormen, niks. Oké.
Oké. Ik zit nog aan de rand, hè? Je zou een keer mooi te zitten. Ja. Ik ga even gewoon daar omhoog, zodat ik daar in ieder geval kan staan aan de rand. Easy enough. En ik wil even om me heen kijken van, kan ik vanuit hier, heb ik het idee dat er een beetje een pad is waar we zouden kunnen lopen zonder continu over troep te moeten lopen? Nee. Dat was de schade en de ravage in Teupoort. Is het zoveel ravage dat er echt stukken plafond op het meubilair liggen, waardoor het zodanig vast ligt dat het eigenlijk weer een stevige ondergrond is? Of is het allemaal kleine troep waardoor het alleen maar geluid maakt als ik eroverheen loop? Met een stukje oplet, en dan heb ik nog een goed investigation check, zou je in principe via de meest stabiele weg moeten kunnen lopen. Okay. Possibilities. Want het is wel ook, als ik gewoon erop vanaf gedonderd in je auto. Okay. Nog één vraag. Dat andere gat aan de andere kant van de kamer. Dat gaat, als ik denk van oké, ten opzichte van, in principe richting weer een kamer die in het verlengde ligt van de daadwerkelijke ingang bij de trappen. Ja. Oké, dan ga ik terug naar hun. Okay. Ja, maar ja. Ze zien hier niet aankomen, dus. Ik doe zo. Ik steek mijn vinger in die kant als op. Die kant toch niet in dans? Zou het nog lang niet aan het slijm? Sentiment als een deur ging niet heen. Dus dan doe ik zo en dan. Maar. Zo. Nee, of ben je wel? Ik zeg, ik ben er weer. Sorry voor de mensen die luisteren. Maar met het gehoor is niks mis van mijn tanden. Oh, ik schrik me dood. En die mensen thuis ook. Dat zal heel hard klippen. Wil je nog invisible of zal ik je eruit halen? Wacht maar even, ik zal eerst even vertellen wat ik heb gezien. Misschien is het handig als ik invisible blijf namelijk. Oké. Okay. Ik wil terwijl dat Slij is aan praten, weet je wel, zo net over hem heen kijken. Ja. Ik ga er naast kijken. Ik sta hier. Hier. Daar. Ja. Hier. Ja. Okay. Yes, daar. Ja. Nou, dat is een heel goed gat. Er zouden eigenlijk allemaal kleinere ruimtes zijn, maar er is iets doorheen gelopen wat zo groot is dat het allemaal ingestort is en er nou een grote open ruimte is. Dus, ik sta ondertussen, sta ik hier. Oh. Ja. Ja, nou, juist. Aan het einde van die ruimte die ontstaan is er weer zo'n groot gat in de muur. En dat lijkt in het verlengde te liggen van de poort daar bij die trap. Dus ik denk dat we eerlijk gezegd het beste via dat grote gat in de muur naar binnen kunnen. Want daar is op dit moment niks. Er ligt wel heel veel troep. Maar het lijkt alsof we daar enigszins stil doorheen kunnen als we voorzichtig zijn. Mm-hmm. Als we niet overal aan gaan zitten en zo. Dan, als het goed is, kunnen we daar redelijk ongezien en ongehoord doorheen. En het klinkt alsof er achterdoor iets aan de gang is. Dat er meer dan één iets is. Ik denk dat er dus een groot beest is. Maar iets lijkt in gevecht te zijn met dat ding. Okay. Wat het ook is. Waarschijnlijk. Ik denk als we door de poort zouden gaan, dat we misschien wel direct in de ruimte terechtkomen waar het is. Ah. Omdat ze in ieder geval de poort kunnen horen en dus meteen weten dat er iemand is. Okay. Via het gat denk ik dat we wat rustiger binnen kunnen komen. Het is wel supergoed dat ze dus al aan het vechten zijn. Dus er is misschien iemand die aan onze kant staat? Ja, of we zijn aan het trainen. Of, oh, Slee, je bent verplaatsie. Ja, ik sta daar. Of, hier, wat, ik, sorry. Sorry. Wat ook kan, ze kijken, dat zei je. Ja? Wat ook kan is dat die geluiden uit de glazen bol komt. Hè? Dat mensen daar binnenin zitten. Wie weet, ik noem al. Het eerste wat bij mij in mijn hoofd kwam. Bij mij kwam het eerste in mijn hoofd op, dat moet er sowieso een good guy bij zijn. Ik versta de bom met de round cheering. Ja, wie weet. Round cheering. Ja. Ik zeg, ga met die banaan. Nou, oké. Okay. Gaan we aan het gat? Ja. Oh, ja, is goed toch? Ja, ja hoor. Ja. Ik weet niet, hoe lang duurt de invisibility? Een uur. Ja. Dat is in principe een goed kwartier, 20 minuten per. Ja. Ja, het is misschien handig, mocht ik tegen die tijd nog invisible zijn als we daar zijn en we lopen een stuk, kan ik misschien weer een klein stukje scouten, mocht ik nog invisible zijn. Oké, okay. Wil je nu alsjeblieft blijven staan? Ik word er helemaal gek van. Ik sta nog achter je. Daar kijk ik naar. Oké, dan blijf jij invisible en dan gaan wij gewoon... Ja. Stelte. Ja, in ieder geval voorzichtig. Vanfe.
Het hoeft er niet te volgen het pad. Wat dan? Oké, let's go. En je gaat richting het brugpunt dan, of echt pad naar de dub? Naar het gat. Gat. Toch? Ja. Wat doe je met comba? Want we moeten wel een klein stukje klimmen voordat we bij het gat zijn. Oké, ja. Niet dat zijn transformation een geluid maakt ofzo. Nee, ik tel hem op. Oké. Zonlicht. Pakketje. I've got muscles. Oké. Okay. Dan gaan we naar het gat. Ja. Oké. Okay. Dan heb ik even een athletic check nodig van iedereen die wat niet zij is. Even... Ik wil weten hoe je komt maar binnen. En, want athletic check is altijd een klemmen. Ja. Oké, okay, maar ik heb gewoon climbing speed. Right. Dan is het prima, maar we moeten veel weten hoe met combat. Ja, ik wil hem liefst optellen. Dan weet je niet hoe je schouder gooit naar de boekje. Daar was hij echt wel te groot. Kan ik hem niet optellen zodat iemand anders hem aanpakt? Heb je gezien hoe hoog het is? Nee. Okay. Wat zei ik ook alweer in het begin? Wat had ik ook alweer? Ik weet wat ik doe. Fishing proficiency. Nee, daarna. Ik heb zoveel dingen gezegd daarna. hoeveel feet is het omhoog klimmen? 15 feet zei je toch? 15 meter. 15 feet. Oké. Het letterlijk check. Gedaan. Met dit wandeltje. Heb ik gedaan. Een 1. Met bonus, een 9. Dave, we komen er wel. Maar het is te laat. We got our back. Het is te laat. Rick, het is te laat. Kan ik met mold earth een bergje maken waar die op kan staan? En dan, als ik boven sta en ik moet nog 10 feet, dan doe ik mijn thornwhip, haal ik hem zo naar mij toe. Ik wil gewoon mijn tuin allemaal gooien. Oh, dat kan ook, ik kan dat niet zeggen. Ja, of ik hou een touw vast, hij houdt een touw vast en hij klimt erboven. Ja, ik ben ik comba nee, vast. Nee, niet comba. Ja, comba ook. Comba moet ook omhoog. Ik wil zeggen, op de manier hoe... Zeg maar, we hadden het over Metranta. Jij ging zeg maar meteen... In mijn hoofd had jij het ook over Metranta, maar je had het over comba. Okay. Ja, comba gaat eigenlijk zo met die bootjes vullen. Ja. Oké. Okay. Even iets pak die touw laat combi onderstaan de boefregel. Ja. Hey ho, hey ho. En kom, maar kom, en zo. En dan zal ik terug weer met hand houden. Zeker. Ja. Die hand kan ook wel een beetje vasthouden en meelopen. Ja, ga ik niet doen. Of ga je vol voor dezelfde... Ik zie Puma zo omhoog, ik denk dat wil ik ook. Dus je pakt je stok mee, je gaat erop zitten, je hebt je boom. Je benen zo, je zal hem niet vastmaken. Ja. Dat is in de zandput. En dan zo. Iedereen dit avontuur. Oké. Okay. Dus je staat daar, wow, wat doet het vandaag met die kerel? Hij zit daar heel relaxed. Eén arm op een touw. Ja. Eén op een zoetel. Ja. Wanneer ik dan zo bijna boven ben, dan doe ik... Oh man, wat een klim toch, jongen. Godverdomme, wat een auto. Stairs! Woe! Dat heb ik heel hard best gedaan om op te doen. Oké. Mannelijk. So that happened. En je staat dus momenteel in de eerste kamer in Castle Waterdeep. Wat ooit een hal moet zijn geweest met onder andere kasten en zijn banken en stoelen. Maar momenteel echt voornamelijk is Schoop BV was hier aan het werk. Ik neem aan dat wij richting het geluid lopen, toch? Ja, maar we doen voorzichtig, dus dan moesten we in Group Investigation. Ja, dat is ook voorkombaar. Okay. En het is van niet van dat. Ja. Ik heb wel nog een vraag. Ik ga... Met die trap of niet? Niet. Gewoon dit. Dat is een week aan de kamer. Bij deze. Ik ga even de map erbij. Okay. Ik ga even de map erbij pakken. Als in hier, of als in hier. We moeten een investigation doen om te kijken waar we willen staan. Ja, waar je het beste kunt lopen zonder dat je... Okay. Dus als je stone cunning hebt, maar je zijn geen dwarfs, dan zou ik dat ook toestaan om daar een punch mee te pakken. Oké, okay. Ik heb hier moving through non-magical difficult terrain cause you no extra movement. Het gaat niet zozeer movement, dit gaat puur om de lawaai en tijdelijk wat zijn het voor. Even kijken, 12, 10, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Oké, okay. Investigation? Ja. Een 6. Maar je staat ook wat hier de balade. Ik had een 16. Pumba heeft... 19. 22. Hoppa! Ja, met een zwart schubbeld. Ja. Healthy pick. Ja. Goed. Jullie gaan de foto en ik ga het best goed. Eerst gaan we hem erin. Nu komt er een tweede kamer. En hier is het nog een beetje te zien wat het voormalig was. Toegeven,
wat jullie vooral hier angst aan jaagt, dat er ook sommige tafels zijn die wel echt gewoon doorgeduwd slecht zijn. In iets in het midden heeft zoveel gewicht erop geduwd, waardoor de tafel gewoon naar elkaar gegaan is. Zonder dat het steen in de buurt liggen van de brok. Dezelfde grootte? Nee, dit is kamer iets langer. Daar moet het niet alles van verpulpen. Krijg je het idee dat stenen zijn opgegeten? Nee. Dat er gewoon minder licht, zeg maar. Oh nee, dat zeker niet. Oké. Okay. Dus gewoon deze kamer is groter. Dit is geen buitenmuur, maar een binnenmuur. Ja, ja. Ondanks dat er een kasteel is die goed plastic degelijk is. Ja. Heb je daarvan eigenlijk het idee dat die wat eigenlijk die manier is. Jullie kijken verder. En zeker nu ook wat meer binnenin kunt kijken, zie je ook dat... Dat gaat er door. Maar dan waren er ook twee ruimtes naast elkaar. Dus één ruimte, hier waren twee kleintjes. En hier... En in de middenmuur heb je niet overleefd. Het is een beetje van die basis, van de... Ja. Er zijn helemaal steen die op dezelfde plek rijden opstaan. Maar geen beetje... Oh mijn god, er stond ertussen. Nou ja, en daarachter lijkt een grote hal te zijn. Heel stealthy. Dat ze ons niet kunnen zien. Is het handig om hier iets te checken of we misschien een spoor zoeken of we iets kunnen vinden van wat dit gedaan heeft? Ik kan wel eens checken voor Haren, huid, schubben of iets hier te vinden is. Ik wil graag survivalish checken. Survivalish checken. Wat ik hier allemaal zie qua sporen, qua dingen die achtergelaten zijn, voetstappen die me misschien opvallen, dat soort dingen. Ik doe wel gewoon een perception check. Als het mag. Met dit het anders natuurlijk. Voor wat? Ze vragen zich zo duidelijk waarom, maar waarom jij? Gewoon, wat zie ik om me heen? Wat valt me op? Ben je die kamer? Dat... Wat sta je hier nog? Ik sta nog in deze kamer. Oké, dan mag je een perceptie voor me. Dit is de hal, hier zijn we binnengekomen, tafel doorgebroken, hal. Ik heb in die dubbele kamer die ook in elkaar gestort is. Oh, dat zit hier nog tussen. Fuck. En die, ik moet wel zeggen, tot de bovenkant van elkaar, even in mijn zichtveld, als dat de tuin is. Nee, hier is de tuin. Nee, maar ook de andere kant van de tuin, waar er een grote poort was. Heeft hij niet getekend? Nee, erover. Hier kwamen jullie binnen? Ja. 1, 2, 3, 4 kamers, dan is grote hier, maar het is dezelfde onderlijn. Ja, weet je. Je bent verkeerd begonnen met tekenen. Maar we gaan niet meer tekenen. Maar je niemand. Na de sessie is jullie op overleven. Vertrouwen vandaag krijg je op de kaart toegestuurd. Overleven? Op punten buiten, ik leg hem niet. Sorry, je perception check. En ja. Ik wil even een zwaar voor jou, om te kijken wat je uit kunt halen uit deze brokstukken. 30! Nou! En 14 maak ik dat wel. Nee, dat doet zo. Het goed. Ja. 10. Perception. 10. Terwijl tot... even echt rondgaan met wat kan dit zijn? Hoe zit het nou? Wat is er aan de hand? Even kijken of je wel iets hoort en luistert opvalt. Je hoort dan ook die schermutseling in de verte. Oké, maar houd het ook op. Ik ben even denken, ben ik een doofvoerder? Want jullie zijn zelf natuurlijk uitermate voorzichtig en stil. Kan ik een taal onderscheiden? Welke taal spreek jij? Common, Elvish, Draconic, Giant en Ignan. Ignan. Ik moet je pakken. Eerlijk is eerlijk. Het geeft een heel klein beetje weg van Giant. Oh. Maar veel lichter. Oh. Half Giant. Half Plane. Wow, hey. Nee. Die zou je moeten kennen namelijk. Dat ik echt goed was het ja, was. Je bent blijkbaar niet gegeven. Nee. Maar dat is gewoon een out of character ding wat je gewoon zou weten. Als je Robert zou praten, heb je geen wat te zeggen. Dat geen gesprek met potatoes, het gaat over de hoofdkoos. Nee. Potato! Dus dat kan ik misdoen. Steven, jouw geval. Doe even, het is steen wat ingestort is. Dus heel veel sporen heb je niet om uit te gaan. Op een gegeven moment vind je wel een paar stenen waar krassen op staan. En ook die breuk van die tafel. Dan kun je een beetje alleen hoe groot die poort op die moet zijn geweest. En, ja, eerlijk is eerlijk, het is niks wat jij ooit gezien hebt dat zo ontzettend groot is. Ik zal nooit een blaas van een paasmetje doen, maar iets dat zo ontzettend groot is. In die zin, het zou de Bulgura van dat slag in principe gewoon eronder kunnen duwen en kunnen splatten. Qua pootgrootte. Oké. Okay. Dus zo. De bedoeling is dat we niet engageren met het beest. Wat de trofee naar buiten moeten slepen en zeggen het drilde goal alsjeblieft. Dan zijn we een horny bard, die mag engageren. Ja, maar dan zeggen die dorpelingen, that still counts as one!
Dan zeg ik, tot mij. Ik zou het hoofd gooien, doe ik meer schade. Ja, laten we gewoon maar... kunnen we... Hoe groot is die... We weten ook natuurlijk niet hoe groot die bal is wat we zoeken, hè? Nee. Ik weet ook niet wat die is. Waarschijnlijk, als ze dit volgen... Waarschijnlijk een 5 grote kans, ja. Oké, dan gaan we nog wat verder. Ze gaan niet goed ruimte. Ja. Nou. Jesse is nog steeds onzichtbaar. Ik ben onzichtbaar. Nog invisible. Ja. Hoe lang ben ik al invisible? Onvisible. Ja, je bent nu denk ik goede getriggerteer. Oké. Ga voorop. Jullie wachten denk ik eventjes. Ja. Ja. Ik ga in ieder geval weer even bij het volgende gat waar we eigenlijk niet, nog niet echt kunnen kijken. Dan ga ik even door omzoekjes met je piepen. Ja. Oké, okay, maar een perception check. En nu is het ook wel stealth, want je bent niet overzicht genoeg. En dan gaat stealth is bandage. Sorry, is een perception check. Dan doe je dan twee keer voor een stealth check. Hoogste dag. Jesse heeft een week gemist, je hebt kansen geweest, meteen als oorspel. Oké. Op voor de stealth. Stockholm van de boom. Wauw. Mijn perception is 7. En mijn stealth is 15. Oké. Ga naar voren toe. En eerlijk je vindt het reet te spannend. Want zoals ik weet, Slay heeft nooit een draak gezien behalve die ene ondode in de Moonshards. Ja, en die pas zilver dan aan de jullie kant stonden. Ja, dat waren goede draken. Ja, dus ze hebben ook zoiets van, je wou ook niet allemaal zo goed als dit. Dus allerlei waanbeelden zou ik maar zeggen, Joop van echt rond van al die verhalen van vroeger. Van weet je al, een draak kwam doop weg. Wat hij heel gelukkig van. Zo krijg ze slaan de broek open. Een draak kwam bij de stad doop weg. Einde. De draak heeft lang gelukkig met zijn treasure hoard. Dus je gaat langzaam naar voren toe. En op een gegeven moment ga je kijken in die grote hal. En ik ga nu even langzaam de kaart erbij pakken. Mag... Op de kaart, op de kaart. Mag niet helemaal terug. Kaart. De veil. Iets verder nog. Op een gegeven moment is er een buitenwand. Wat een saai. Nog hier is maar... Nou, gewoon dit is gewoon... Okay. Er zijn een paar kamers naast. Maar voor jullie beeldvorming, dan ga ik even een beetje vallen. Look extra. Oh, ik zie wel. Dat is het gat. Man. En dat de pennywaffels. Pennywaffels, baby. Cheap ass, man. Fucking chills, dan. Ik mis toch wel echt de tijd waarin Rick bomen tekenen en wij allemaal dachten. Boobies! Ja, ik zei dat. Wat zei je? Ja, dat die boobies hadden. Boobies. Heb je dat ook gezegd? Ja, en vaak. Toen kwam op een moment dat je dat eigenlijk echt de boobies hebt gezien en toen wist je dat van boobies. En zien die niet zo lang? Ja, dat is ook een gehaald. Het is gewoon squiggly line. Dus hij gaat even niks. Langer dan deze pen is. Bijna 8 vakjes minimaal is gewoon doorgebroken. Okay. Dus dat is een 10 tot 12 meter. Maar nu ik deze map zie, ja, we zien dus ook steeds deuren aan de rechterkant. We zien hier, ja, je ziet hier restanten aan deuren waar hier onder puin bedolven zijn. Oké, okay, ja, oké. Okay. Dus daar moet het dan niet heel erg makkelijk geven. Oh, je maakt even open, want ze gaan er binnen toe open en liggen rots voor. En Kuma lijkt het heel licht. Dan heb ik even de minis nodig. Ik heb hier die minis van. That's me. And all the people say. We hebben een dat hier om het hoekje. Dan Dave, kunnen ze de even doorgeven? Het internet vond toch een mooi geschilderd dat Dave zoekt. Nee, het gaat niet om het schilderen. Hij is ook mooi geschilderd. Maar Kevin heeft er eentje die beter is. Kevin? Ik heb hem zelf trouwen. Ja. Wat is het? Is er een vriend van verf het mis? Die lopen door en jij gaat die enorme hallen. Om het hoekje kijken. Je zet een stap en denkt, oh nee, die Cleo. En je denkt, ben je het onzichtbaar is, want die rode haren waren jij opgevallen. We hebben. Dan ga ik het gewoon even aan Dave geven. Je hebt het midden van die kamer, in principe van hier tot de koffiebok. In de helft begint de deur en die zit 3 pakjes naar beide kanten. Hier. Hier? 3 pakjes naar beide kanten. Dus 6 ja, oké, okay, maar dit is midden. Klopt, correct. Goed genoeg. Geloof je meteen. Ja, pak het. Dat is heel het kapot, dus met jou de schuld hier. Kom maar erbij. 2, 3. Je ziet nog een aantal deuren
Links, ja, hoe bedoel je rechts? Sorry. Links zo zie je die grote dubbele houten deur. Met hout daar voor het eerst, want Dave doet wel zijn best betekenen van deuren. Ik wil even laten weten dat hij beter is dan mij. Wat ik is Dave, maar dat bewijzen vaak niet donderdag. En je ziet ook aan de overkant zie je ook een drietal deuren. En je ziet aan het einde een gigantisch brede trapgang. Daar gaan we level up. Ik zie het. Er staat up. Ja. Dat trap die omhoog gaat inderdaad. Moet ik een deur tekenen? Nee, dat is geen deur. Dus nee, je zou oh, dit zijn die, hier zijn die deuren. Ja. Is dat gewoon één vakje steeds? Wacht, ik zal die zelf ermee vatten. Dat ik een goede plek heb, want die zit niet overal namelijk. You may not. Hier staat ook maar eentje, ik zei. Wat hadden die rippen bacon daar aan het begin van de kamer? Houd net. Rippen bacon. Houd net. Ik doe die reep bacon naast hem. Hohoho! Duurtje. Overigens hier zie je een paar. Meteen rechts zie je naar één deur. Aan het begin zie je achter een trap. En aan de andere kant kun je hem ook een beetje het doek wegpakken. Helemaal? Ja, in ieder geval die hoek daar, want daar is nog een trap op te zien. Ah, in ieder geval. Nou, oké, we snappen het wel. Dus, een gigantische hal. En in deze hal heb je eigenlijk niet heel erg veel meer dan een aantal pilaren. Pillars. Pil. Pil. Dan wel aan werken bij een bedrijf dat pil heet. Wat is dat? Die had wel verwacht dat ze die zou begrijpen, ja, zien. Nee, wat ze doen het dan. Nee, pel. Zullen we ze daar even een spiegelbeeld voor leggen? Zo op de pil. Spiegelbeeld, oké. Okay. Niet zo goed plek dan. Jongen, moet je ook weer... Oh, gaat voor je daar. Living in a wheel, drinking on a bear. Wat is de kaartje? Het is niet een spiegelbeeld, maar iets van. Het is zo mooi dat hoeveel je als daar niet op kan. Zet die nog goed neer. Ze staan allemaal niet goed. Die staat ook niet goed. Knappot. Staat ook gewoon zo. Jullie zien daar een grote ruimte, een zestal pilaren. Die wat waarschijnlijk vooral een cosmetische aard hebben. Want je hebt niet die woord tot ze groot genoeg zijn om het. Klopt niet. Je wel. Om het niet bouw te dragen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, ik vertel. Als we het dan symmetrisch doen, moeten we het wel symmetrisch doen. Bedankt. Het is niet tegen de muur aan, die is niet naar boven. Dat is goed, Pete. Autism! Zal jouw moeder vaak boos op jou zijn geweest vroeger? Ja. Vroeger? Nu wat? Wat ken ik die andere plaatsen? Jullie zien een groot tapijt lopen echt... Door de hele ruimte, vanaf de deur tot achter deze grote stoel waar waarschijnlijk het woon achter is geld. En die zes pilaren wat vooral cosmetisch van aard zijn. En het is in principe een grote ontvangsthal. Je kunt je zo wel voorstellen dat hier normaal gesproken of heel veel mensen zijn die wat een audiëntie willen vanwege, weet je al. Die heeft gebouwd op mijn land tot en met mensen die binnen lopen zeggen een draak heeft mijn schapen gestolen. Of hoogbezoek aankomt en tot twee koningen zich hier treffen. Een sheep hoort heb. Of misschien de hele Lord's Alliance. En dat soort statige groot al hebben. En daar zo je ziet, aan de overkant zie je een aantal deuren. Een drietal om exact te zijn met die twee trappen. Misschien zijn die wel al ingekrabbeld. Eén. Twee. En dan eentje naast het koffiekopje van Dave. Drie, ja, ik zie. Wat was goed in zijn. Maar er zijn dus geen gebroken delen meer hier. Dus geschokt kijk je naar het plafond toe. Neem ik aan. En gelukkig, het is gewoon een plafond. Heel mooi, heel fijne architectuur. Super netjes. Maar je ziet geen twee ogen die je aankijken. Waarvan je denkt, mother dear god help me. So the big guy disappeared here. Onze ware lijkt. Of is het invisible midden in de ruimte en daar klopt iemand tegenaan. Wat ik heel goed zo vind. Zijn oog zo. Geen nachtmerries. Nou, het scheelt.
Je mag niet gewoon zeggen wat je moet doen, want het is te vroeg voor pauze. Dus ik ga niet langer vast staan. Hoor ik nog geluid? Nee. Hoe? Dus dat verstomt. Dat verstomt in de verte. Zie ik vanuit een van de trappen gaat misschien een soort van gloed van licht of iets zeggen? Nee. Ik loop. Het is gewoon leeg, er is niks gebeurd. Lijkt. Het kan een illusie zijn. Ja, check het over dan, illusie. Dat kan niet. Gewoon zo met je alle spullen zo. Ja, dan moet ik dus gewoon naar binnen lopen. Ja, gewoon op een gatje. Oké, ik doe een stap naar binnen. En joh, I am complete. Ik loop naar die eerste pilaar toe, die dichtstbijzijnde pilaar. Ik wil naar de pilaar kijken. Easy. Ik zie alleen maar, net zoals deze echte pilaren, over die smalle uitgehakte strepen, zal ik maar zeggen, die wat omhoog toe gaan, was de versiering van de stenen. Weet je, even laten showen hoe fijn het hier allemaal gebouwd is. Wat voor details als je ook een paar van die hoekjes ziet. Nou, een beetje een goede 3 meter, 6 meter, 9 meter. Het is vooral fancy carving. En je hebt precies meer die, ja, toegeven. Whatever ze hier gemaakt hebben, deze niet hier echt zozeer voor de structuur. Dus meer pracht en praal. Verwacht van hè, een van de city's vendors. Ik hoor of zie nog steeds niks anders. Dan loop ik naar de volgende zaal toe. Zoals in die zaal. Mm-hmm. Loop ik dan nog? Zo veel. Dan loop ik naar de volgende zaal toe. Oké. Okay. Terwijl je deze wandeling maakt, onzichtbaar in je eentje. Ja, waarschijnlijk. Wat doen de andere twee? Weten. Ja, je saaie mensen. Ja, ik weet niet wat er... ik weet dat ik heb de vloer geïnspecteerd. Ligt er nog iets van loot op de grond? Ik kan een loot check maken. Ligt eraan wat je loot check. Magical weapons. Hoe waardevol moet je loot zijn? Magical weapons en groene mushrooms zodat je opgaat. Dan zou ik zandkruip verkopen. Maak maar eens even in de perception check first. Niet het gaven nemen gaan. Dit is where the tracker is. Ik wil grapen. Perception zeiden we. In het wit. Kijk even rond. En eerlijk is eerlijk. Je ziet er wel een paar dingen al glimmen. En uit over expensive silverware. Is er een drinking mug bij? Met een beetje zoeken vind je dat wel een... Ja. Het is meer een soort van karaf. Een zilveren karaf, een schenk karaf. One drinking mug. Het is een small mondje voor een drinking mug, but you'll manage. Ja, oké. Okay. Die laat ik omsmelten en dan ga ik Konba van die zilveren tipjes maken op zijn slachtoffer. Oh. Dat is best episch. Ja. Een één zilveren karaf. Just a silver tip. En dat is wat ik doe. Oké. En dat is eigenlijk het meest waardevol wat je vindt. Ja, dat stoelen en dafs die misschien in elkaar gebeurd zijn. De wandtapijt dat voor de helft op de muur hangt en helpt wat in de ophang dus. Niet heel spectaculair. Dave. Ik zie hier een deur. Je ziet daar een aantal stenen waar een deur achter staat. Oké, dus er liggen stenen voor. Dat is niet getekend. En de scharnier zie je met deze kant, dus ik ben niet helemaal gelukkig met deze samenleving van omstandigheden. Dat is niet getekend. Nu wel. Zo, hoe komen wij überhaupt binnen in deze ruimte, zeg? Ik wil heel goed investigation checken. Je moet aan de ronde kijken. That's a long snake. Ik kunnen niet meer naar buiten nu. Long snake, so long. Goed snake. Oké, dat is die deur, ik vind het. Die andere helemaal, dus hier is ook een deur, maar daar zag je alleen maar het bovenste kozijndeel van. Ja, ik denk hier is een deur, misschien kan ik daar door luisteren of zo. Oké, dan doe ik verder. Dus dan mag ik op.
Ik sta een beetje rondkijken. Ik kijk even naar Raven. Ik zeg, hé, die zilveren krab is deels van mij. Ja. Ja, ik kan hem nog niet in midden ook. Maar een beetje fuck hem aan. Haak ik je straks van. Kom goed. Dus terwijl een andere kamer hun angstvallige geluidjes probeert te kalmeren om ruzie te maken over zilveren kraf, ga eens verder de ruimte in. Nog nu is er helemaal niks. Ik wil vanaf hier even goed naar die troon kijken. Maak maar een perception. Een 1. Is 3. Yay, 222. Ode aan de 2. Tuesday. Je kijkt daar en ingezillig. Je bent echt aan het wachten. Je bent vrij om je heen te kijken. Je hebt weinig te mensen echt goed gefocust nu. Want je bent echt doodsbang tot dadelijk, weet je wel, er verschijnt een draak. Er komt, weet ik wat, uit de grond en vreet je er allemaal op. Een earth elemental, een stone elemental, ter grootte van het hele ding. De grootste mimic die je ooit hebt gezien. De castle. Gewoon de hele castle ward is gewoon een mimic. Oh. Gewoon heel Waterdeep is een mimic. Oh, sick. Nou. Vind je toch een ding dan van point. Fuck. Maar natuurlijk denk, weet je wat, eigenlijk zou deze groep even gewoon dit keer moeten gunnen. En dan heb je ze laat heel wat dat die bij mij weg zijn. Maar meestal nog die negen onderdrukken. Dus so far, so good. Ik heb er stats voor aan. Zo. Niet zelf gemaakt dit keer, die heb ik gevonden. Die dacht, die heb ik bewaren, want dat kan ik even ook komen. Stats voor het feit dat heel Waterdeep een mimic is. Ja, niet Waterdeep, maar in ieder geval, weet je. Een stat. Ja, in ieder geval, een van de grootste, een kartel is een mimic. Sick. Damn. Vet. Ja. Ja, we hebben Ballisto de Ballista, dus ja, who cares. Ja, dat is waar. Hebben ja. Meegenomen. En als het gebeurt, kunnen we nog altijd naar Superspin-man-man gaan. Superspin-man-man. Superspin-man-man. En misschien kan Niels helpen. Dan denk ik, Superspin-man-man! Can you help us, please? Goed. Wat je wel ziet op de stoel, is dat je daar een embleem ziet. Een soort wapen. En het doet je even denken aan een soort van een fakkel met een kroon erop ofzo. Er zijn een aantal bolletjes omheen, maar het is, je hoort echt, je kunt tellen bij je afgeleid, want daar komt misschien een draak. Oké, okay. Ik loop terug naar de rest, want de visibility is bijna voorbij. Hé, hey, wat zo. En dan doe ik heel voorzichtig en oplettend of ik toch iets hoor. Dus je gaat uit de loop. Wat je de laatste keer dobbelt terwijl je wandelt. 18 heb ik gedobbeld. Totaal? Of is dat... Wat moet je hebben? Perception? Ja. 22. Sorry, 20. Je loopt terug. En je ziet een beetje die stap af versnellen. Stiekem genoeg voor je invisibility. En je geeft even een keer rond. Of de deur is datzelfde aan het nemen. En je geeft een zwaar van motor niet. Oké. Okay. Kom weer terug. Ga naar je kameraden toe. Pantelon. Je wordt, en je ziet dat een hele mooie krabbes op hem poetsen. En dat er een beetje staat van een deur. Helaas dicht. Niet helemaal voor me. Ja, ik zou het nog zo moeten zeggen, maar... Dat van Mitranter had iets actiefs willen doen, maar... Vindend. Maaah. Waar is een steentje willen bijdragen. De hal is leeg. Onaangeraakt. Ah, oh, nu schrok ik. Wat, je hal is leeg? Ja. Je moet spugen. De hal is leeg, onaangeraakt. Het lijkt niks hier te zijn geweest. Er is ook geen enkel teken van dat hier nog een beest zou zijn. Lijkt het. Jullie moeten daar zelf even kijken. Ik ben buiten langs de zuilen gelopen, omdat misschien hier iets van magie aan de hand is, waardoor ik niet zie wat het eigenlijk is. Dus ik heb niet gedurfd om naar het midden van de kamer te lopen. Ik ging de technetje. Nee. Oh. En sowieso niet, want ik stond niet naast jou. Ik heb het niet. Dus wel, het uur van je magic, of van je visualis, is nu wel klaar. Is zo goed als wekkend. Ja. Laat je een paar van je vingers verschijnen. Tickle fingers!
En heb je nog andere wegen gezien in die kamer? Aan het einde van de ruimte zijn twee trappen omhoog, zowel links als rechts. Gaan ze zeg maar naar één punt ook... toe? Of gaan ze allebei een andere kant? Kan ik niet zien. Oké. Okay. Ik zie alleen het begin van de trap en ik zie niet eruit komt. Dus de kans dat aan de achterkant samenkomen. Okay. Maar vooralsnog gaat eentje links, eentje naar rechts. Oké. Okay. Ik hoor geen geluid meer. Ik zie verder niks. En hier is waar de poort uitkomt. En de poort is ook niet aangeraakt. Oké. Okay. Lijkt het. Dan stel ik voor volgende verdieping. Nou ja, ik ten eerste vraag ik me af, hier is een heel groot iets naar binnen gekomen en nu is het weg. Hoe zien die deuren dan links uit, Rick? Valt ons daar nog iets op? Die zijn die anders dan de andere deuren? Die bedoel je. Ja, de bacon doors. Ja, dat zijn die grote poorten, dat is de hoofdpoort. Ah, oké, okay. Ja, dan snap ik het. Je gaat eruit, dat moet zijn we die trappen waren. Ja, oké. Kun je in een survival check van 30 weer doen om te kijken of hier iemand in en uit is gegaan? Alleen maar in. Ik heb een 30. Ja, kan ik zien of er iemand al inderdaad naar binnen en naar buiten is gegaan? Je kunt er naartoe gaan een investigation doen. Ja, dat is goed. Mag ik hem helpen? Niet goed. Je moet twee best doen, ja. Ja, ik help hem. Je moet met z'n... Oh nee, niet daar. Bij de beacon door, zei je toch? Nee, gewoon dit stukje. Hier zijn vooral echt dingen die doorgebroken zijn, dus daar heb je geen zin te zoeken. Geen zin. Ja, bij de deur. Dan bij de deur. Zal ik helpen? Ik heb het al de winter door. Ik heb het help. Investigation, denk je? Ik heb een... Wauw. Oké. Okay. Wat is deze? 11. We kijken daar. We gaan kijken of je iets van voetstapsporen kan vinden. En ja, op de mat zijn best wat sporen te vinden. Maar eerlijk gezegd, het zal er lange tijd liggen. En het is ook de kwaliteit iets te goed, zou ik maar zeggen. En zoals een degelijk pers tapijt onder een drumstel, tot die wat langer meegaat. Dus nee, niet specifiek wat je kunt leiden naar wat er nu gaande is. Of er nou 7 geleden mensen binnen zijn gekomen. Net voordat iedereen weggezet werd, ja. Een beetje al begeleden. Misschien wel je eigen. Ja, dan stel ik gewoon voor dat we de trappen nemen, er is hier niks. Ja, we staan nu dus blijkbaar in de ruimte zonder dat er iets op ons afkomt. Dus laten we... Ja, waar is dat ding heen dan? Wat is daarmee gebeurd? Ja, misschien zit hij daar of boven? Maar dan heeft hij dus door de trappen gehad moeten gaan. Ah, ja, ik weet het of niet. Of door een deur, dan ik heeft hij zichzelf zelf fijn gemaakt. Ik weet het niet. Dragen kunnen veel dingen. Ook transformation dingetjes. Ja, mensen. In mensen. Shapeshifting. Laat de weg zien die jij gelopen hebt. Dan lopen we gewoon diezelfde weg. Shit shaping. Ze kunnen. Dragons kunnen shit shaping. Ship shitten. 3x5 van alles. Dus willen we rechts of links? Ja, ik zou gewoon dezelfde weg aanhouden die slijven loopt. Zou we weten dat daar niks. Even de deur aan de overkant nog, hè? Ah ja. Ik wist dat we niet in beeld zijn, maar net achter het zwart zijn een paar deuren. Even kijken, ja, maar dan gaan we waarschijnlijk gewoon naar de andere ruimte van het kasteel. Terwijl ik denk dat we nu wel, zeg maar, we zijn nu in de main entrance, dus hier zal... Maar ja goed, vanaf hier hebben we één optie. Ofwel daar naar boven, ofwel daar naar boven, op deze deur. Op deze deur. Nu wel rechts of links? Gaan we rechts, voor mij dan, rechts of gaan we links? Ik zou zeggen rechts. Rechts, oké. Okay. Gewoon de eerste deur pakken of naar boven? Wat ja, kan. Ik weet niet. Ik wil ergens, heb ik wel zoiets van, we moeten even checken of er echt niks is. Ja, deuren. Ja, maar hoe bedoel je echt niks is? Of dat beest niet hier onzichtbaar ligt. Ja, maar hoe kunnen we dat checken? Nee, iets er naartoe gooien. Maar als het er ligt en het ziet ons niet en het heeft nog niet gereageerd, dan zou ik nu gewoon... Je slaapt dus. En nou, dat is alleen maar goed, laat maar lekker slapen. Ja, precies. We moeten die bol zijn, maar voor niets voor die... Ja. Oké. Okay. Maar willen we dan de deur wel checken? We gaan naar boven, Ik zeg naar boven. Ik zeg deur. Oké, okay, dan doen we jij mag één deur en dan doen we dan naar boven. Wat wil jij? Ja, ik denk ook naar boven. Oké, okay, nou dan mag jij één deurtje kiezen. Die doen we dan. Ja, ik voor deze deur, die is dichtstbij. Oké, ga naar de deur toe. Oh, de deur klinkt vast.
The toilet. It's the poop hole. Nee, dat is een kleine doorgang. Oh. Even op een tussenkamer. En hij is ook vrij leeg eigenlijk. Ik loop naar binnen. Easy enough. Ik doe de deur achter me dicht. Nee, niet gooien natuurlijk. Nee, gewoon. Gewoon zo heel voorzichtig zo. Ja. Wat is dat check? Oeh, 15. Je hoort je dat kwijt. Okay. Nou, wij gaan you naar de trap. You lost the wizard boys. Ik wil naar de trap. Ik wil pieken door de woning deur. Want ik weet wel dat ik zei, ik doe één deur, maar ja, natuurlijk doe ik twee deuren. Ik ben een wizard. Ik ben een sorcerer. I peek through the door. Je komt in een hele grote ruimte uit. En het is gevuld met een heleboel, of eigenlijk wezen, één hele grote haard. Waar fornuisplekken, werkbanken, sommige nog waar. Het is een beetje schimmelig inmiddels. Kijk maar, ze waren hier recent eens aan het maken en toen was alles weg. De keuken. Dit is absoluut een heftig grote keuken. Oké. Okay. De keuken. Kan ik iets vinden in de keuken wat ik interessant vind? Misschien daar nog wel. Waarom gaan we naar de keuken? Nee, ik ben in de keuken. Kom jullie staan gewoon in de... Ja. Ik sta nu... Dit is de keuken. Pieken. 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 En terwijl je iets meer binnen gaat, moet je niet kijken. Of niet? Ik heb de hoe gaat de deur open? Naar binnen toe. Bij de deur gaan hier naar binnen toe. Oké, dus die gaat nu zo, staat die. Dan kan dan toch gewoon mijn hoofd even tot de hoogte doen. Ja, oké, fair. Ja. Dan zie je hier een deel. En moet ik vergeten, hier is wel een deel weg. Wat betekent? Ik heb een trein getekend, dat weet ik. Zeg. Raak je hem ook wel? Raak jullie hem altijd zo snel kwijt? Of hoe zit dat? Slaan. Je ziet hier nog een deel van de keuken. Ja. Maar vooral met heel veel witpoeder, graan. Witpoeder? MSG! I'm out the Raja. Je kunt altijd gaan kijken. De Asian cooking. Bra bra. Witpoeder en graan, zeg je. Ja. Oké, dat is gewoon de bakkerij. Ja, en zoals je ziet, ook nog een deur moet. Ah, nog een deur! Maar ik ga ervan uit dat er een toren is daar, of niet? Of is het... Dat is een rotte bus, neem aan dat het een van de torens is. Ja, oké. Okay. Ja, dat boeit niet. Oké, dan loop ik weer terug. Keuken de bakkerij gezien en denkt... Voorzichtig. En suddenly... Een deur gaat open en door de zaak van. Ja, en dan zeg ik... Eventueel op zijn limburgs werd, kom Betty. Ik kan het niet, ja. Ik ben het open. Nee hoor. Ik spreek nog een keer op mijn graf, ik doe die in mijn tas en begin naar de trap te lopen. Nee, dan zeg ik niet wat dat was. Wat was dat? Nee, nu zeg ik het niet meer. Ik loop al naar de trap toe. Ik niet. Was het wel iemand aan? Om daar naartoe te gaan. MLG? Maybe. I haven't checked. Maar ja, een keuken. Met nog wat kleine kamertjes waar ik geen zin heb om naar binnen te gaan. Oké. Okay. Dus we gaan er niet door, hè? We gaan naar de trap. Ja, wil je de kamertjes gaan bekijken? Nee, ik vraag aan jou. Of ja, je weet ik niet. Waar, weet niet. Het is een keuken. Wat kun je in een keuken vinden? MSG? Ja, nou dat ligt er misschien. Maar... Nee, heb je nu behoefte aan MSG? Nee. Nee, ja, dan laten we zitten. Dan gaan we naar boven. Oké, okay, dan lopen we naar boven. Mij lopen we naar boven. Loop maar mee. Leg die leeg. Ja. Daar moet nog een beetje licht binnen, maar... Ik ben voorzichtig. Ja, precies. Alsjeblieft. Niet nice. We lopen naar de trap naar boven. We gaan die trap toe. En... Deze trap gaat eerst heel breed die kant op. Is er een plateau? Dan gaat hij echt met naar de voorkant toe. Weer een plateau en dan gaat hij verder toe. En dan kom je in principe bij een verhoogd plateau uit. In dezelfde kamer? Nee. Oh, okay. Hier dus. Nee, dat is zo. Dan ga je zo, dan ga je zo. Ah, dat is niet op de kaart. Oké. Op de kaart. Oké. Zo, het goed ding bij pakken. Want,
Heel goed. Dat is onderling niet zo. Oh. What do we see? Hoop to go. Hoop to go. Moet je erbij pakken van de goede floors? Of drink ik natuurlijk heel veel floors? Het is een dungeon zichzelf. Dus we gaan de trappen naar boven toe? Ja. Oh, happy day. En geen missie, rechts van jullie is er een deur die wat ergens van deze kant leidt. En links van jullie is er een smal balkon, maar voor jullie is het nog gewoon een goede 8 meter breed. Wat je ziet. En daar hangt een gordijn voor. En logischwijs zou je zeggen, dat kijkt uit op de hal onder. Je hebt niet idee dat je dat onderdoor had dat dit er was. Oké. Okay. We go look? Look or look? Ja, ga maar kijken. Ik ga stealthy naar de gordijnen toe. I touch the curtain. Het is best een zwaar gordijn. Zo'n dik theatergordijn zou ik maar zeggen. Ik denk van, nou, die dik is minder dan dit. Nee, ga ik zo eronder en kijken. Kijk. En je ziet een balustrade. Mm-hmm. En zelfs stel in die pilaar ook met die graveringen erin. Ja. En elke meter is er zo'n pilaar en een stevige balk boven. En je kijkt gewoon onder naar die ruimte. Okay. Oké, okay, dan loop ik terug en zeg ik, dit is gewoon zeg maar de gordijnen van de domeinen. Kijk gewoon zo de grote hal in. Maar dat toen helemaal zo is, ja. Daar is niks speciaals. We kunnen die andere deur nog naar die kant toe pakken. Welke deur? Was een deur ook aan die kant. Nee, ja, nu we boven zijn. Nou, doen we hier gordijnen, zeg maar daar. Hier heb je de balustrade, zo gezegd. Ja. En hier heb je nog een deur. Die kan. Ja. Oh, ja. Is goed. Ja? Ja. Mag jij hem openmaken, want het is een deur. Nee, ik had de bovendeur openmaakt. Dit is een brein. Ik maak hem wel open. Oké, okay, de deur rechts. En die andere deur ga ik digitaal zo. Hoe werkt het? Ik trap de deur in, hoor. Hallo! En je kijkt in een grote ruimte. Je ziet er her en daar wat wapens liggen. Je ziet een paar doelwitten liggen. Je ziet een tafel liggen met een kaartspel wat. Waarvan een paar kaarten rondgevallen zijn. Dit ging op de echte guard station, zo gezegd. Je zit ook nu meer met een kleine gang in de toren van de rest. Een beetje zo'n plakhuis idee. Helemaal aan de verkeerde kant. Zie je er weer een deur ergens? Er is al een trap in het midden die boven te gaat. Nooit dat je onder toe gaat. Wat naar boven? Even gewoon onze combined intelligence. Ja. Zover ik uit kennis vanuit Alphen weet ik dat nooit. Dat je nooit richting de barakken moet en richting de keuken, richting de. Je moet altijd de andere kant. Want de barakken en de keuken, dat is meestal de het gedeelte waar je niet wil zijn. Ja, dat de peasants zijn dat. Ja, dat is wel waar. Ja, dat klinkt kut, maar het is wel zo. Ja. Maar tegelijkertijd gaat deze trap wel naar boven de toren. Ja, dan moeten we de toren zijn. Nee, moeten we in de rijke toren. Of in de kelder moeten zijn, of in de toren. Of maar als in het rijke gedeelte. Als ik het goed begreep, hè. Je had die deur, hè, die hoofdingang, hè. Mm-hmm. Had je rechts had je een toren. En links was een toren die opviel omdat die langwerpig was. Ja, dat is wat jij zit, zo gezegd. Top. Dan zou ik zeggen, we moeten naar de toren die langer. Ja, oké. Okay. We gaan terug naar onder. Nou, we pakken de andere trap hier omhoog. Wat pakken we hier de deur? Jij mag een deur uitkiezen. Maar je gaat nou niet meer zo meteen zo... Nee, niet die. Pak dan een hier in het begin. En je gaat er niet weer doorheen, want we moeten samen blijven. Nee, ik moet toch kijken wat er de deur zit. Daarom moet je ook door de deur heen. Kom op, man. Ja, we lopen in ieder geval terug. We lopen terug. Ja, we lopen terug naar onder. Zijn er glimmende wapens die heel speciaal uitzien? Mooie axe of zo. Er zijn wel een paar waarvan je denkt, oh, die is echt wel beter gebouwd. Dan denk je, oh, dit ligt ook heel lekker in de hand.
I take one. The most beautiful one. You take one. Guard Captain Sword. Guard Captain Sword. Okay. And that is dus een short sword. Longsword. Denk, ah, het is geen axe. Kijk hem in. Ah, dan gaan we naar de andere. Oké, jullie gaan onder de trappen, komen in die grote hal uit. Ja. En dan gaan we welke deur in het handen? Ja, je mag ook wel de eerste keer. Wacht, hier is een deur. Hmm. Daar is nog meer een deur. Daar zijn twee deuren. Daar zijn twee deuren. Okay, dan ga ik wel voor deze deur. Okay, loopt er naartoe. En geef eens iets op de deur geschreven staat er gekomen. En misschien staat daar archief. Allebei de deuren. Oh, allebei de deuren. Oké, dan loop ik ook even naar deze deur. Ik loop er naartoe. Mag hem niet lopen. Ik loop naar deze deur toe om te kijken of daar iets op geschreven staat. Oké, okay, er staat nog iets opgeschreven. Tekst bij hem. Dat is wel, het valt op, dat stond dus niet op die deur aan deze kant. Ja. Ja. Dat is belangrijk. Anders stond daar ook wel keuken op. Op deze deur staat safe and exit. Safe and exit. Nee, quick save staat hier. Nou, kijk. In principe staat daar in principe privé. Is er iemand thuis? Nee, niet hè. CFT is voor stuk morgen, neem ik me af. Ik loop bij de privé naar binnen. Ik zie dan toch weer in de verte zo'n deur openmaken. En dan zit zo'n man en zegt, je bent binnen bij mijn privé! Je komt in een kleine ruimte uit. Dan, met een deur richting waar jij waar je toren is, zal ik maar zeggen. En een deur rechtdoor. Dus je hebt ook een kleine tussen. Nee, deuren! Iets groter dan wat hier is. In ieder geval ben ik domme. Waarom ben je altijd hyped over shit, waardoor het alleen maar nog langer gaat? Omdat ik daarvoor deed. Ja. Omdat ik het ben. Maar ik was zo'n explorer vroeger bij games. Ik ging elke deur ging ik na om te kijken wat er lag. En boven wat is poes met doelen. Ik heb een internet explorer. Ja. Deze Edge. Nee. Maar dat gebruikt hij dus nog niet. Nee. Kun je het negeren tegenwoordig? Weet ik niet. Vast wel. Dat is vast een manier. Ja. Staat er iets opgeschreven? Op die kamerdeuren. Ja, op de deur aan die kant staat kantoor 1. Kantoor. Ja, kantoor. Ik wil in de tussentijd de arm van Slayer doen. Check. Ik dan nog iets. Schrik je lablazers. Maar het is nu een zwarte markering op dit moment. Is het erger? Is het groter geworden? Of niet? Weet het niet. Dan pak ik de hand vast. Ik had het dan straks met Dirk over. Iedere keer als er zulke ravage shit gebeurt, zeg maar. Dirk vertelt het dan super sinister. En wij praten daar volledig overheen. Mm-hmm. Van, ja, je hebt een paarse armen die komen. Er is een van de hoed, wordt helemaal lijp. Oh ja, leuk. Ah, ik stuur hem. Ja, dat klopt wel. Ja. Dat was heel kapot. We hebben niks onderzocht op mijn arm nog. Ja, ik loop kantoor 1 binnen. Jij bent... Ik heb zelfs gebeld met iemand erover. Jij gebeld? Over mijn arm? Zeker. Wow. Dan vertel je mij niet. Veilig thuis. Niet. Niemand vraagt me waar. Jij loopt kantoor 1 binnen. Ja. En je ziet daar een broodje staan. En het is eens meer een grote tafel met enkele lades aan één kant. Mm-hmm. Met een drietal zitplekken. Eentje verderop in de kamer. Een mm-hmm. beetje meer een zitstoel. Mm-hmm. Met een kleine tafel ernaast. Mm-hmm. En alles is gewoon een soort van werktafel met twee stoelen erlangs. Er liggen wat papieren. Ja. En als je kijkt. Oh, maar ik zie geen glazen bol waar mensen in verstopt zijn. Nee. Okay, dan loop ik weer naar buiten. En loop ik door de hal in. Dan heb ik één kamerdeur gehad. Eén kamer gehad. Ja, dat wordt het. Nee. Jullie zijn bezig. Weet je wat die doen nog doen? Als iets in hiermee gebeurt, we checken het nooit. Waar ben je terug levend? We checken dat nooit. We gaan vooruit dat je goed komt. Is dat een vraag die je stelt? Waarom je wil leven? Dat weet je toch? Wat hè? Hebben we je toch al verteld waarom je levend werd gedaan? Ja, je hebt iets met je amulet gedaan, maar we weten eigenlijk nog steeds niet wat er met amulet is. Ja, Nocturnus die heeft ervoor gezorgd dat er iets speciaals extra's in het amulet zat. Oké, okay. Maar heeft dat ook mijn arm zwart slash goud gemaakt? Nee, dat was er al. Dat was daarvoor al, toch? Ja, ja. Daarvoor was het al, maar het is erger geworden sinds je terug bent. Ja. Daarom... You get tested! Nee, ik probeer dat een beetje in de gaten te houden. Oké, okay. Lief. Dus, ja. Trust me, I'm a doctor.
Hey, ik ben weer terug. Oké, gaan we de trap... Bijna een glazen bol gevonden. Ja? Maar toen bleek het een bouwvergunning te zijn. Oh. Dus we kunnen naar boven. Wat is die zwarte markeer trouwens op jou? Nou, laten we naar boven lopen. Thanks Dave. Nog iemand die checkt. Ja, ik kan het ook nog niet navragen wat het is. Herken ik het teken? Wat, nee, maar jij, wacht even. Je weet wel hoe je aan de zwarte hand komt, toch? Sinds tot ik een nachtmerrie heb gehad, voor mij, toch? Ergens iets? Dat weet ik niet. Jij moet dat weten. Ja. Jij, het is met jou gebeurd. Kun je dat niet meer herinneren? Het moet ook best wel een traumatische ervaring zijn geweest dat je wakker wordt na een droom dat je opeens een zwart teken op je hand hebt staan. Is het net zo, we checken het nooit, maar als Rick tegen mij een momentje heeft, doe ik het ook niet. Ja, dat is met een visioen geweest. Daar heeft het mee te maken, toch? Ja. Ja. Ja, en daarna is... Maar ik heb daarna niet meer de kans gehad om voor mezelf te kunnen gaan checken of iemand of iets weet wat het is. Dus ik heb een test van de downtime gehad. Ja, Nocturnus heeft toen tegen ons gezegd dat hij ons wel licht kan helpen. Dat is eigenlijk één dode verteld. Toch? Nocturnus heeft tegen ons gezegd dat hij ons wellicht kan helpen met zo'n hand. Ik vind zo'n hand gewoon heel interessant. En toen met dat vuur is zo'n hand ook een heftige. Ja, je handschoen kwijt. Als je vuur van vuur hoort, dan wordt het ook goud. Maar ja. Herken jij het teken op zijn hand? Nee. Haar hand. Ik weet niet wat je nu bent. Haar hand. Die is dat slecht. Ja, ik ken het niet. Niet. Oké, ja, ik herken het ook niet. Wat mij gewoon opviel is dat zijn dat er een beetje zwarte ader of zo op zijn hand verscheen. Ja. Zwarte kleuren aan. Nou, maar de hand doet het nog steeds. En al je pezen zijn nog even functioneel. Als ze weer weg zijn, zal ik hem meteen achterna. Ik kan er niet doen. Nee, maar ja, Nocturnus kan ons daar wel in helpen. Want we moesten dit volgens mij gewoon tussentijds doen, zodat we... Oké. Hadden we het doen. Ik heb ook markering op mijn arm en de klets. Met dezelfde markering op het zwijn staan. Ja. Drie bliksemschichten in drie verschillende kleuren. Zeg jij dit had ik? Ja, schijnbaar is geen tatoeage zelf gezet. Kijk even naar zijn voorhoofd. Is hij ook een bliksemschicht op zijn voorhoofd? Nee. Nog geen bril. Ha, ik snap de referentie. Nee, stop! Ik ben al blij dat je dank voor de cannabis. Nou, we lopen er al op. Ja. Ja, ik hou het handje van slijt net niet zo lang vast en loop het trap op. Jullie zien een. Als je boven te lopen, weer in het plateau en dan maar twee trappen plaats van drie trappen omhoog. Mm-hmm. Oké. Okay. En dan heb je een lange gang met meerdere ruimtes aan de zijkanten. Deurlijk. Maar je ziet niet de bolling op dit moment. Alleen in het begin eigenlijk. Er zit al een tweetal deuren. Ja. Aan het einde, aan die kant gaat. Ja, oké. Staat er iets op de deuren? Ja. Er staat een vergaderzaal. Council noemen, met name council. Waarom moeten we dat niet schrijven? Raadkamer, misschien is het wel de raadkamer van de wizard. Nou, kies een deur uit en ga even kijken. Ik ga naar de raadkamer. Oké, je gaat even naar de raadkamers toe, gewoon de eerste neem ik aan. En je ziet daar een kamer die wel deeltelijk doorbuigt. Uh-huh. En dit is veel minder formeel. Er hangen ook meer wandtapijten aan de muur toe met beeldenissen van Waterdeep. Een beetje de skyline met het zonlicht erop, een beetje pracht en praal getoond. Er zijn een paar, ja, ik kom meer relaxende stoelen, een stuk of 7, 8 zelfs. Er is een soort van rustkamer of zo te zijn. Of, want er zijn geen documenten hier, het is helemaal vrij van dat soort dingen. Alleen dan maar de pracht en praal van Waterdeep en relaxed stoelen. Dus ik zie geen glazen bol. Dan doe ik wel snel terug en ga ik naar de andere deur. Oké. Okay. Oh, sorry, ik wil niet die deur bekijken. Ik wil de andere deur bekijken. Okay. Wat stond daarop? En de volgende is raadskamer 2. Raadskamer 2. Ik maak raadskamer 2. Ik maak raadskamer 2 voor mij open. Ik maak het open en daar staat een gigantische vergadertafel. En echt, ik denk, Camelot met je ronde tafel. Gaat het naar de kiddies table? Of weet ik, dat is de kiddies table. En daar staan 21 stoelen. 21 stoelen. Aan de zijkant staan ook een paar wandschilderingen, ook van Waterdeep. Ook zeg maar een paar dingen waar Waterdeep in constructie is.
instelt een soort van snijlagen en loopt het portaal naar Skullport. En een grote tafel inderdaad, waar je de papieren ziet. Mm-hmm. Allemaal redelijke, oh god, ik ben weggeworpen en de tafel papieren alle kanten op. Mm-hmm. Maar verder ook geen... Aardbol. Nee. Nee, gewoon een product. Ik wil de papieren bekijken. Oké, okay. Waar hebben jullie de papieren heen? En het lijken vergaderingen te zijn. Dan mag je een investigation als je even snel erin wil kijken of ga je daar op je gemak een uur lezen. Ik kijk er even snel in. Investigation heb je, hè? Dit is de band, vind je exact. Ja, nee, wel. Investigation 16. Gaat er een stal doorheen. En het zijn eigenlijk allemaal plannen voor. Gaan we de haven uitbreiden, ja? Hoe kunnen we wapenen tegen het water? Zal het hoger komen in de toekomst? Hoe verslaan we Baldur's Gate Neverwinter? Als economisch centrum van de South Coast. Ondanks de South Coast Alliance mag een economische wedloop altijd. Dus echt heel veel saaie zakelijke shit. Okay. Financiële prognoses, tekenplannetjes, sommige echt. Hebben ze graphs? Enkele. Maar eerlijk gezellig, zelfs daarvan, de tekenkwaliteit is slechter dan voor mij. En als dat niks video wat zegt, dan geef ik het op. Is dat wat? Dan graphs. Ik wil graphics. Graphs, graphs. Logan is graphs! Log. Lenny Krum. Dan loop ik terug naar de. Mijn metgezellen en dan zeg ik, dat zijn vergaderruimtes. Oh, echt? Ja. Dat zag ik niet. Dat had ik nooit niet gedacht dat dit een vergaderruimte was. Ik kan lezen. Raven, mag je wel een percentage? Zeker. Plus 3, 20. Bij de buitenkomen zeg ik, oh ja, ik begin het relatief gezien. Hoor je onder wat? Als iemand, als er iets valt. Ik heb een stenen tegel, stink. Zeg ik, oh, kom. We gaan niet naar beneden kijken. Nee, vanuit deze kant nog niet naar beneden. Dan gaan we weer even snel, maar wel. Snelty gaan we de trap. Je past op voorzichtigheid. Ja, snelty. Je gaat naar hol toe. Gaan we naar die grote zaal toe. Ja, maar we gaan niet zeg maar, yo, motherfucker! We gaan wel gewoon. Zwaar getrokken. Ja. Nee, we doen gewoon zo. Onze hoofdjes, zo drie hoofdjes. En dan komt op een gegeven moment zo'n zwijntje. Ja, maar die kon ook bovenaan. Ja, nog bovenaan. Bovenaan. Ik had die anders verwacht. Ja. Zelf had om 7 was het ook zo geweest. Je gaat er toe. Kijk om het hoekje heen. En zien die ruimte hier. En zien net een gedaante. Daar de deur in gaan. Deze deur? Ja. En liggen we op de grond, daar bij de deur, en dus even kijken. Nou, een pan of zo. En wat contents op de vloer gesletterd zijn. Heeft de pan af? Ja, ik zeg, die moeten we volgen, die moeten we hebben, die guy. Of het is pan. Een bad guy. Misschien is het een bad guy die soep is aan het maken voor. Wat voor pan is het? Wok? Nee, dus... Ja, wie weet. Als je met MFG toch? Als je ligt op eigen teken, is met een lage ketel. Chicken. Ik wel een beetje denk aan een hoekpad, maar wel dan op zijn Europeaans hoekigjes beter. Ja. Nou, zit gaan we er achteraan? Ja, laten we er achteraan gaan. Er is gewoon, hij kan ons al vertellen in ieder geval waar het gebouw in elkaar zit. We gaan er achteraan. Met het oog op de tijd. Ja. Ik zeg dat er even pauze komt. Oké. Okay. Maar ik mag namelijk uw kaart aangepast, dus ik heb jullie tijd nodig. Oeh, op de kaart. Boy. Om, kijk, is goed zo om 5:30 terugkomen. Oké, okay, dan. U moet even de plassen drinken te pakken en mij te gaan krabbelen. Passen. Goed. Dames en heren, tot zo. Dan gaan we verder kijken hier in Waterdeep. En verder op het kasteel kijken. En ik ben er heel blij dat ze deze kant gecheckt hebben. Thanks, Dabo. Ik was heel bang dat ik moest gaan tekenen een last minute op de einde daar. In het vorige deel zijn jullie begonnen met het betreden van Castle Waterdeep met een bijna ongewone voorzichtigheid voor deze groep. It's learning. Ik ben eigenlijk maar helemaal trots en blij. We zijn er binnen gegaan, hebben rondgekeken en eerlijk gezegd, eigenlijk is er niet zoveel gebeurd. Maar wel, continu kijken, is er geen niks waar het grote ding van 10 bij 10 meter naartoe is. Nu is het gat gemaakt is zo groot. Wat horen we? Wat merken we op? Zelfs de pilaren, zijn alle dingen wat we kunnen bekijken.
En je zegt een kijkje in Verjoren Mitrant als een nieuwsgierigheid heeft gebracht tot een keuken, tot een bakkerij. Heeft je die gebracht, of sorry, dat slechts nieuwsgierigheid heeft gebracht tot een balkon. Wat is met bier? Ik ben eigenlijk al de hele tijd aan het schudden en ik krijg niks anders dan schuim. Dus dan moet je niet schudden, je moet het langzaam laten lopen. Ik heb bier zijn geschud. Geschonken. Nee, maar echt serieus, dat ligt echt niet aan mij. Ik geloof mij. Dat klopt ook. I know how to affect my beer. Meneer, komt mezelf goed. Twee vingers op elkaar zo. Ja. Jullie zijn verder gegaan. Eerst is Mithander een beetje naar een klein kantoor wat hij gevonden heeft. Twee ruitsen met het label archief hebben jullie opengeslagen. En zijn boven gaan we aan de raadskamers. Dit was een kantoortje. Ja. Tot jullie inderdaad boel opgeschrikt werden door een geluid onder. En weg onder zagen jullie te wachten daar een pand die rond ligt met de content spilled over de floor. Dus waarschijnlijk is er iets in de keuken opgezet die je net daar was, met dat. Maar goed dat ik niet ben meegelopen. Murder! Ik sta helemaal alleen. Scary. En nu zitten jullie momenteel in de hal. En dat is nu wat jullie willen gaan doen. Ik heb de kaart bijgetekend, dan gaan we verder die kant op. Dus het is ook dat je moet mee gaan bewegen. Ja, gaan we hier naar binnen? Gewoon die gas ja, laten. Ja, even kijken naar die pan. We gaan kijken naar de pan. Kom hier. Ik moet stop even, kan ik zelfs nog te brengen. Ik heb een paar maanden. Oh, stoppen. Leuk hè. Oh, het ziet er makkelijker uit als in een makkelijker zin. Nee, ja. Moet ik in all red? We gaan die deur toe, de deur staat op een kiertje. En je ziet nou die lage pan liggen en wat erin zat, een of ander oranje stoofpotachtig iets. Het is wel human food. Ja. Kan best dat ik zoiets voor smaak zijn, zal ik maar zeggen, maar... Ja. Stamppot genoeg voor een Hollander. Ja, nou, we gaan er achteraan. Zonder uit te glijden. Okay. We gaan gewoon er achteraan op stealthy of wat... Ja, wel een beetje stealthy pace. Ja. Beetje doen walken. Ja, we blijven voorzichtig. Oh, ik doe me echt mijn best. Ja, oké, maar het is natuurlijk iets te breekbaar. Je gaat hier de kamer in, daar een kantoortje waar mijn tante al keer geweest is. Die is gewoon dicht, dus als je hem klaar hebt. Je gaat de deur naar boven toe. Ja. Een beetje zo vallen. Dankjewel. Dit is een hele lange gang met een aantal tweetal deuren aan deze kant, een drietal deuren aan die kant. En een hoek op het einde van de gang. Zie ik voetsporen op de grond van iemand die door een stoofpotje heen is gelopen? Nee. Dus mooi in voorgevallen is ze mooi meegewandeld blijkbaar. Ze dus zitten even met de deuren links en rechts, of misschien is ze gewoon heel goed. Ze lopen gewoon even zo. Ja, lees wat er op de deur staat. Ja, easy nog. We gaan naar voren toe. Als we lezen natuurlijk is het moeilijker. Wat doen de linkerkant, de kant van Dave? Staan eigenlijk nog verder weer kantoren. Kantoor. Ja, laat ze het nog niet lezen, maar in je kop was. Kantoor. Waarschijnlijk. Okay. En je ziet. Ja, zeg maar dit. Zeg maar. Aan de rechterkant, aan de kant van Jesse, zo gezegd. Kan niet. Nog één keer een vergaderruimte. En de tweede. Nog een vergaderruimte. Ja, misschien ook wel. Nog. Wat die mensen willen. Wacht, links stond. Maak eens even dus een history check. Want zie ook iedereen die maakt het dan. Met de ligt zo'n beetje anders, maar... History... 17. 16. Dat is slecht. Jij weet... Waterdeep heeft een Council of Lords. Dat is één open lord. En dan heb je de algemene... Ik ben de loods van niet meer weet wie ze zijn. En die besturen samen Waterdeep. Oké. Okay. Zodat al die vergaderkamers er zijn,
met 21, zal ik maar zeggen, mensen die het voor het zeggen kunnen hebben. Valt als je niet meer, had ik het doorgetje gezien. Los als ik allemaal één hand in de race hebben, zo gezegd. Ja. Dus Erik, die gaat zich, boh, ik ga vergaderen gaan. Nee, echt helemaal niet. Koning, okay. Kennis van Waterdiep, dus je bent er een keer geweest. Of ja, dat slecht niet. Wat stond er links op de deur nou ook weer? Kantoor. En die andere... Kantoor, waarschijnlijk kantoor. Ja. Vergaderruimte, waarschijnlijk vergaderruimte. Zullen we gewoon dan... doorlopen? En niet snel overal naar binnen pieken. Ik hoop het, joh. Ja, als jij wilt doorlopen, dan wil ik ook doorlopen. Ik wil deze deur... Nee, die wil ik een deur opmaken. Hij opent niet door. Voorzichtig. Open. Voorzichtig. En je ziet daar echt een lange werkbank staan. Echt tegen de hele muur aan staat één grote werkbank. Mm-hmm. Met een aantal zitplaatsen, op 3-4. Of eentje zo'n krukken bij je voeten. Kunt niet. En ik haal papierwerk op. Ik pak het eerste blaadje wat het dichtst bij zijn ligt en kijk wat erop staat. Het lijkt een formulier te zijn, ja? Om een audiëntie, zo van een brief van ik wil spreken met. Oh. Met die en die reden. Maar je ziet de hele verder zijn. Met schapen worden aangevallen. Ah, niet een schapen! Ik verscheur het briefje en leg het. Nee, wacht. Ik verbrand het briefje. The sheep Firebolt. Were murdered. Nou, vergaat tot as, dus. Yeah, en dan lopen we eruit. That's a very bad joke. Ja, hebben jullie al andere deuren al gecheckt? Ja. Oké, en? Niks. Helemaal niks. Wat was hier dan? Ja, gewoon vergaderruimte. Oké. Als daar de glazen bol ligt, hè? Godverdomme. Je loopt er helemaal langs. Nou, ik zo. Dan loop ik naar de volgende kantoorruimte. Hier gaan wij alles checken. Terwijl ik trant op dat doe, check ik de eerste vergadering. Hey. Ja, dan check ik de verkeerde tweede vergaderruimte en dan... Dus je checkt allemaal ruimtes? Ja, nee, ik ga gewoon trouwens niks checken. Dat doe je allemaal gewoon los van elkaar? Nee, ja. Ik wil gewoon tot aan het einde van de gang rennen en dan om de hoek kijken. Jullie splitten de party. Ja. Nou ja, we houden afstand van elkaar, voor als we aangevallen worden. Ja, precies, 1,5 meter. Zoek gewoon... Je gaat ervoor om niet door één firewall geraakt te kunnen worden. Ja. Dat vind ik een hele sloeme, slappe redding van dit... Nou, dat is jouw mening. Ja. Ik blijf even met IKEA mee willen. Goed, jij doet eerst de vergaderzaal binnen. Een best grote ruimte. En hier staat ook een tweetal grote tafels langs elkaar. Het heeft meer een soort van rare opstelling, vooral tot aan deze kant. Moet ik even helemaal omhoog, als je het meenemt hebt. Ja. Dank je. Dankjewel. En Jesse. Zie je hier twee grote banken staan? Ik zal ze even snel neerkrabbelen. Heel veel krukjes zoeken eromheen. En je hebt hier een deur. Nog een deur. En hier zit een deur. Nog een deur. Bij de deur daar staat wederom een groot archief erop. En hier in het midden staat een groot schilderijlijst, maar er zit niks in. Ook geen leeg doek tussen achter een muur te zien. Nee, het is een donkere oppervlakte. Oké. Burnt? Op wat? Ben ik? Ga ik lopen? Ik weet niet, ik ben in de kantoorruimte, maar 3. Ik. Loop voorzichtig richting die doek. Oké. Okay. Wat ik denk dat een doek zou moeten zijn. En ik wil ernaar kijken. Oké. Okay. Het is een soort van
Er zit wel een muur, maar hij is wat gladder gestreken. En er zit een zwart goedje overheen. Uit de grond liggen een paar witte, langwerpige voorwerpen. Wat zijn het? Krijt. Ah. Sneaky. You sneaky bastard. Ik kan ook zeggen, er zit een draak achter. Wat met je nu begaan? Al episch goed. 1 fire breath later met gemiddeld 1 leven damage. Dat is geen grapje, dat is mijn dragon. Ja, maar het gemiddeld. Minimaal. Rick mag dubbel dobbelen. Wat een surprise. Wat een surprise. Weet je, met resistant to fire damage toch? Nou, ik ook, heb ik minstens 1 attack om te opleveren. Heb je 46 damage gekregen als ik gemiddeld voor. Ja. Mooi. Ja. Zie ik allemaal 1 heb je 23 damage gemiddeld voor. Oh, dat valt mee. Oké. Bij die stond er hief? Nee, bij deze stond er hief. Bij die stond er hief. Wat je die hier opgeslagen hebt. Oké, dan wil ik bij die andere deur kijken. Oké. Okay. Gaat daartoe. Ik wil kijken wat op de deur staat. Oh, daar zit niks op de deur. Doe voorzichtig open en ik wil er binnen kijken. Nee, dat doe ik niet. Hij heeft slot. Nee. Dus... Is er een sleutel nog? Ja. Sleutel? Ja. Maar besef natuurlijk. De tension. 3 in totaal. Hey, ik weet niet waarom, maar blijkbaar was 27 een speciaal getal. Geen idee. We hebben speciale getallen, zo de eerste natural one van deze campaign. Oh, 27%. Als muzikant moet je het weten, denk ik. Sorry. Nou, Jesse, gefeliciteerd, 27. Dankjewel. Jij doet de muzikanten, gefeliciteerd. Yay. Wat is het, Jordi? Wat is mis met mij? Dat je gefeliciteerd bent. Ja, wat moet ik dan zeggen? Oh, sorry, je bent dood. Nee, dat is mijn pick. Ja, nou, kijk, dat bedoel ik. Maar je hebt er niet. Daarom zeg ik gefeliciteerd. Omdat het jouw daar is. Mijn pick. Goed. Dit is een slot en terwijl je dat persoon kreeg, je gaat naar voren toe en je gaat te snel te hard. En je klinkt er heel voren van. Of course. De pen. Hoe echt. Die moet het middenbordje hier zo. Daar, knak. Ah, dat is die zware ijzeren handel. Mama. Ze is even zwart voor jullie. Nee, ben je dood? Zit die kammaars of zo vliegen? Nee, laat me die weg. Oh, Lemmy. Sorry. Kut, Lemmy. Kan je kammaars in de eigen zin, Lemmy? Zo is dat je meerdere keren ziet. Dus, dat gebeurt daar. Ja. Jij bent in een andere kantoorruimte. Nou. En hier zijn een 2-tal gesprekstapels. Ah. En beide liggen wat papierwerk. Ah. Zo, enkel zie je één stoel staan en anders zie je een paar krukken staan. Dat zie je bij beide gevallen. Zo van, welkom, we gaan je aanvraag behandelen met die vibe. Oké. Okay. Wat staat op het papier? Gaat naartoe. En eentje is inderdaad een uitnodiging wat iemand gekregen heeft voor een audiëntie. Huh? Die wat hier afgestempeld is. Is niet volgen. Als aangekomen op en de datum is 2 maanden terug. Is dat ongeveer de tijd dat shit. Inmiddels wel ongeveer. Ja. Of je dus gewoon wat later door reizen, want hè. Ja. Ja, oké. Dan ben ik iets minder accuraat dan tegenwoordig. Loop ik naar gewoon een kantoortje. Nee. Ik loop naar de vergaderruimte, want het kantoortje ligt in het zichtveld van de gang. Dus ik loop naar de vergaderruimte, want ik ga ervan uit dat Raven dat niet gedaan wat met het toetje staat. Negatief dan op. Raven. Ik wil aan de hoek kijken. Goed, mag je even dat ding laten zien? Mag je even een stukje dubbelvouwen? Dubbelvouwen? Zo, het gebik moeten hebben. Hier in de box. Nee. Oké. Ja, daar kan ik toch weg. Hè. Dat is waar. Jij kijkt de gang door. En je ziet dat hij een keer afbuikt. En je ziet daar weer rond 2 deuren staan. Of sorry, 1 deur staan. Maar er zit helemaal het woord archief erop. Oké, mag ik wel even luisteren of ik het hoor? Zo is ik. Is dat mijn... Kan dit niet? Nee. 10. Luister even. En waar een deur open en dicht gaan. En kijk achterom. Het is mijn tante die er gewoon deur loopt. Hoi. En ik hoor ergens een tonk.
Ik denk als ik dat wel hoorde, die Tonk, heb ik die echt gehoord? Dan wil ik daar wel naartoe gaan. Wacht even, wie is de Tonk? Shailen. Nee. Ja, dan kan ik alvast richting slijm. Een Tonk is nooit goed. Ja, dat doe je, zie dat ze weer kleur. Oh. Ik pak een schoenendoos en ik probeer het juist uit het raam te doen. Okay. Dus gelukkig, je denkt ze dan. Okay. Yeah. Wel een beetje shame damage, maar. Niks gevonden dus? Nee, nog niet. Ik kon niet door de sleutel gaan kijken. Oké. Okay. Sleutel maar eventjes. Dus nu avonturiers. Ik ga wel naar binnen. Ja. We zullen ze eentje naar binnen toe. Ja. Ik sta bij de deur. Ik sta bij de deur. Oh. Waar heb ik die minis? Ik zag hier een boor in zitten. Dat is gewoon wel een basic. Dan is die groot. Een base. Maar er komt een beest aan. Dus. We staan naar de kamerruimte in, terwijl jullie twee erachteraan lopen. En die kun je weghalen. Een Pokéball! Of een Teddy. Boobs. Oké. Nou, heb je even meer meubilair nodig? Oh, meubilair. Belangrijk. Dan gaan we naar het goed. Dan kun je heel veel meubilair. IKEA. IKEA. Dan gaan we daar voor de gutterbui. Chudbeller. Chudbeller. Kumskeller. Een getterbel. Die zijn helemaal niet meer zo lekker dan mogelijk. Ja, heel dat. Dit is een paar leestrijders. Ik stop wel, welk is dat? Dan moet je in en moet je terug doen. Qua landing. Tweede. Oh nee, de Mimics de returned. Vond die erachter op een deur? Goeie vergadering. Oké. Even wacht, ja, even checken. Misschien stond hij wel op de dood. Weet je, dan had ik niet naar binnen. Als dat hier hoort dan... Pietje de dood. Schuilplaats meer met als jij een draak Pietje de dood hebt gedoemd, Rick, dan stop ik bij deze. Met dit spel. Dave, je weet dat Pietje de dood de Magerijn is in Vlaanderen. Wat? Ja, maar ben jij het? Dus dat wij hebben Magerijn, Engels heb je Grim Reaper. Nee, daar komt hij. Pietje de dood. Oh nee. Als je twee keer turbo zegt, dan vliegt hij in brand. Turbo, turbo. Die tweede stoel even aan die kant moeten zetten. Welke kant? Die kant. Ik ben kapot, dat wist niet. Deze kant. Ja, super, dankjewel. Pietje de dood. Piet Leuterigberg. Is dit ook mensen zijn halverwege gewoon weggepoefd? Ik voel, staat na een beetje lomp inderdaad. Willen we samen gaan vogelen pikken? Is het de best? Serieus, vandaag weet je wat er net? Ik wil pikvogel. Vogelpikken. Oh ja, jij hebt een keus. Wow! Hoe zie je nu op dit? Dus liep je achteraan, want ik mocht niet alleen laten gaan, dus ja. Dat was ik gemeen. Ja, dat is alleen maar nu nog. Ik bedoel wel gewoon dat je het zei. Gewoon. Experience! Toen ga je er echt alleen in? Gewoon de. En laat hem op de phone. De gewoon. Ik ga gewoon. Ik wou eigenlijk gewoon de Gandalf doen. Gewoon. Sacrifice! Want. Fire you fools! Alle XP van mezelf pakken. Dat is iets fire you fools toch? Ja. In de film wel. Boeken weet ik niet. Nee. Dat is ik zelfs, want ik heb voor zo'n meme gezien van uitgerekt. Ja, maar, ja, goed, er zijn heel veel... Balrogs bijvoorbeeld vleugels hebben. Hè?
Hebben ze niet, maar ook al wel. Beetje zo'n... Wat je in deze kamer ziet. Wat zie ik in deze kamer? Ik... Een bouw. Wat zou het zijn? Ja, zo dat heel veel XP-beurs zijn. Wat verdomme niet. Dus nee. Oh. Ja, maar weg. Oh, mensen! Lurt, dat is Lurt. Dat is gewoon een Urukai. Dat is van Lord of the Rings. Maar qua bouw is hij zo principe goed dat ik heb gezegd dat ik die over het algemeen onder de hobgoblins ga. Oeh. En daar staan 4 hobgoblins voor je. Hey, hallo! Hallo meneer, hallo! Hallo! Eentje, diegene met de Urukai mini zal ik maar zeggen. De meest badass van deze jongens. Kijk je richting op, maar je ziet dat hij 2 verglazen oogballen heeft. Oeh. En geef die arts hier staan, gewapend, wapens klaar, dan ze de deur toe kijken. Initiative? Ja, doe maar. Yay! Moet er ook met een band? Of niet? Is even een ability check, ja. Ja? Nou ja, ik heb een 2, dus lager dan dat kan, maar zeer onwaarschijnlijk, ja. Oké. Okay. Zeer onwaarschijnlijk. Twintig of hoger? Nee. 15 of hoger? Ja. 20. Maar dan zit je bij 20 of hoger. Je moet wel volgens de regels spelen, jongen. Ja. 10 of hoger. Twee of hoger. Ja. 7. Ja. Oké. 7-12. We staan er zo goed. Staan daar een aantal hobgoblins gewapend. Denk ik zo, degene waar je die tekst hebt op dergelijke. En eentje die daar zo goed de deur in de gaten houdt. Ben je met z'n eerste, dus wie jij? Hebben zij bows en arrows vast of swords? Ze zijn al met meerdere dingen gewapend. Eentje dat tegelijk die gewoon een paar ijzeren pinswingers hebben. Mm-hmm. Eentje heeft een longbow vast. Een paar hebben javelin, eentje hebben shortbow. Oké, ik loop naar die tafel. En ik push de tafel op. Ik ga achter de tafel zitten. Check. Want dat zijn best familie tafels. Deze tafel? Ja. Ja, dat je eigenlijk een beetje zo Samuel L. Jackson. Ja. Bullets can't pass through. Strength check is een 17. Dan ga ik erachter een beetje zo gehurkt zitten. Met combo. Dat ik meer met combo, dat ik meer protection heb. Die bestaat dus voor half combo. Oké. Dus 3 AC. En 2 AC. Oké, bonus actie heb ik nodig om hem een taak te geven. Dat was hem. Oké. Ik heb natuurlijk mijn shield en mijn... Plus 2 AC op de NCOC. Top. Dat was het. Oké, dan is de Warlord. De Warlord. Hobbom, stap naar voren toe. We zeggen een paar stappen. En dan iemand zijn zwaard past hier, waar je eigenlijk, nou, die heeft wel weer moeten zien, want het is eigenlijk ook. Je ziet ook ergens nog een vocht ervan afdruppelen. Okay. Dat is een hele donkere vloeistof. En ze is aan de move. En op een gegeven moment is hij. Wat het zeggen, eerst een keer. Wat, tot hij bij Common aankomt, zegt. Wacht. Slij. Zet mijn tong aan. Oké. Okay. Ja. En ik krijg ze toont. Stap naar voren.
En ik zeg inkomen. Klaar je naam. Fireball. Ik had die wall of fire bepaling. Dat was ik lang voor. Ja. Ik ga niet op mijn mond zeggen. Ik kijk hem vol verwachting aan. En maak een klein buigingje. Ik zeg, gegroet, o machtig wezen. Nee, ga ervan uit dat ze onder spel. Ga ervan uit dat zij spreken voor de persoon. Want laat het doen. Ja, ja, precies, maar ik ga ervan uit dat hij dus in trance zit van het echte wezen. Oh, op die fiets. Dus vandaar zeg ik, want ik weet nog niet wat het is. Dus ik zeg, goed, machtig wezen. Het feit dat ik zo reageer, betekent dat het waarschijnlijk niet zo is. Maakt niet uit, ik heb het bij deze gedaan. Ik heb het bij deze gedaan. De vraag was al, jij bent als iemand die magic heeft hier. Ja. En raar genoeg, dat slecht niet blijkbaar. Ja, maar... Dat weten zij niet. Ja, maar... Oh. Magic heeft effects. Welke spelcomponent zit bijvoorbeeld tanks? Mensen, het tanks heeft natuurlijk voor, zoals ik allemaal weet. Maar hij draait zich om, hij whispert wat en dan komt hij. Ja, wat is ook alweer de Engelse benaming natuurlijk, dat is zo moeilijk altijd, hè? Nederlands kun je natuurlijk meteen zeggen wat de spelcomponenten zijn. Maar in het Engels is het altijd natuurlijk... Maar heb ik dan nog een ding van nodig? Ja, small clay model of ziggurat. Z-rat? Ziggurat. Oh, ziggurat. Wat? Ziggurat? Zeerat? Oh, Dumbo. Ja, die heb ik bij me. Ja, dat heb ik geen modellen, dus. Dat werkt ook. Dat zijn geen spelcomponenten. Ja. Hij draait ze gewoon om de... Ja, wie weet. Maar ik deed dat natuurlijk nog niet in de deur op. Dat is wel waar. Ja, ik heb hem gezegd. Ik hoorde hem iets anders zeggen, dus ik dacht, hey, was zij gaan roddelen onderling? Ik ben wel eerlijk, ik heb Slay naar voren geschoven. Mag je terugkijken op de stream, omdat ik dacht, sowieso dat hij naar binnen loopt. Oké, stop de stream. Ja, stop de stream. We gaan nu terugkijken. Ja. Je mag ook de kabels iets meer zetten op de setting, ook voor de mensen thuis. Oh jee, dat is ook nooit goed, hè. Ja, maar je kunt het gewoon beter. Zeg, ben je cameraman of ben je cameraman? Ik ben een saucer. Een echte DVD. Oh, niet veel. Zo. Wat is dit? De mensen zien het nu eigenlijk allemaal op de kop. Zien ze dat op? Een kwartslag gedraaid, denk ik. Ja, ze zien het niet op de kop. Maar oh, jawel, wel een kwartslag gedraaid. Ik wil dit alleen niet. Zo is het. Zo. Of niet? Nee, het is heel vaak. Heel vaak. Oké. Okay. Ja. Pak jullie. Op zijn dames. Zoveel taken heeft hij niet eens gekregen, maar dat is al. Hij zoekt een Jochef Pieke. Ja. Wat heb jij gedaan? Als er een print wat heb jij gedaan? Een beetje elke deur niet opengemaakt. Dat heb jij gedaan. En dan zeg je het over mij. Ik hoor het niet meer zeggen. Wat zei hij? Nee, ik moest gewoon lachen mee. Goed. Het vader gaat dus langs dat slecht staan. Er is er eentje die stapt een beetje dichterbij. Diegene in die jurk, die gaat iets meer richting zijn warlord staan. En zegt hij tegen diegene die ervoor staat. Waarom doen we dit? In het? Oh, in een goblin. Aha! Nee. In een andere taal, weet je. Kijk, en jij zit daar. Haha! Doe je dat in game? Doe je dat in game? Nee, ik doe het. Ik geef eens die ene met die laatste ook gewoon kijken. Mond dicht, hond. Dan is die andere een beetje kleine woorden. Doos. Is jij weer, aha! Aha! Mama! Steven. Bibi. Ik pak wel al vast een sneaky zo uit mijn tas zo'n oliebol. Ik neem er een hap en denk, oh, was het maar kerst. Knippen we eruit, komt goed, knippen we eruit. Nee, ik heb op internet leven met deze paal. Ik hoop je dubbel. Het is kwaliteit, jongens. Ik ben hier ooit eens een keer rondgerold, TikTok en zo. Dit is echt quality content. mijn biggetje doet een dodge action. Maar ik heb het idee dat er wat gesproken wordt, dus ik roep nog even free direction. Ja? Geef ze die ene woord, loop naar boven toe. Schrijf een stoel opzij, ga voor de tafel staan. Ik ga het zitten. Die is goed van.
Ik wil niet. Ik wil hem niet wachten. Maar hij is een zware mini, ja, ik merk het al. Ja, dat is lukt. Hij legt een zware tafel. Ja, dat kan ik niet doen met dit ding. Nee, dat alsjeblieft niet. Klak! Moet zijn hand afbreken en zo. Leg ze aan tafel neer. Wij zoeken een weg uit Waterdeep. Hoeft niet meer te gebeuren. En hij spreekt nog iets te bevredigen. En komen met een heftig accent. Terwijl hij er gewoon staat, zonnig. Dat is het aanbod dat ik geef. Zegt hij aan het komen? Mag iedereen erop reageren? Ja. Mag ik lekker raak zeggen? Nee, in principe het is het iets slijm, maar in principe ik ga even jullie twee kanten. Hun kant, jullie kant om te reageren. Okay. Nou, even metagame. Ik zou gewoon zeggen, help ons en wij halen jullie eruit. Nou, ik wil eerst weten hoe ze hier dan komen. Waarom zijn ze hier? Nou. En wat krijg je nog maar terug? Wat hij zegt? Waarom zijn jullie hier? Ik kijk je aan. De naam is Azrok. Die naam de Filer. Uit de Undermount. Maar als veel anderen zijn wij weggekomen uit de Yawning Portal. Oké. Okay. We zijn weg. We zijn dus weggezoeken. Weg van hier. Okay. Uit Waterdeep. Verder. De Sword Coast en Verruin. Jullie zijn weggekomen uit de Yawning Portal, maar waarom ben je gevlucht uit de Yawning Portal dan? Dat was onder de mountain. Nee, we zijn weggevlucht uit de andere mountain. Tot de Yawning Portal de meest logische doorgang was momenteel. Waarom zijn jullie weggevlucht uit de andere mountain? Dat geeft misschien een heel bedenkelijk kijk. Iets te ontspannen. Terwijl de rest achter mij denkt van, fuck, hoe is dit? Hoe zijn jullie hier? Een voet. Niet altijd een beetje warm. We zijn door de stadsmuren hier naartoe gelopen. Op een quest. En van buitenaf naar Waterdeep toe. Ik weet, mijn ziel zich mee begeeft. Ik weet hoe moeilijk dat te begrijpen is als je ons gezelschap ziet. Maar ik kan je verzekeren dat dat simpelweg is wat er gebeurd is. Maar een boek per se check is voor. Mag ik even spreken? Twintig. Oh, nu ben ik blij met het rollen. Goed, 12. 19. Ik speel het eens wel, hè? Ja, 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 I know. Ik had een 2 gedobbeld. Nee, een 3 gedobbeld. Ik heb plus 9. Het scheelt. Sorry, 19. 19. Oké. Okay. Kom maar besparen. Oh, ja. Het 1. Ah, nee, kom maar! Maar precies, wat brengt jullie dan hier? Ik heb een vraag. Even gewoon internal knowledge. Hobgoblins zijn never good guys, neem ik. Mm-hmm. Mag ik eens een check maken, zo? Ja, 16 plus nog wat. Dat is 3 en 17. 17 toch. Jij weet dat Hobgoblins... ondanks dat ze wel vaak moeten zien als ze vijanden of vijandelijk. Het zijn wel. Het zijn geen wilden. Okay. Zo bij bugbears, ga ik ervan uit dat die ergens in hutjes wonen. Of bij kopers waar ze een kampementje of waar grotten waar ze wonen. Maar. Hobgoblins heeft zich redelijk. Zijn in staat tot settlements. Okay. Toegeven, hun manieren en gewoontes. Die zijn heel erg gericht op. Ja, barbaars of zo dan. Ja, nee, barbaars betekent gewoon uitheems eigenlijk. Ja. Dus dat is het in principe niet. Maar het is wel echt uitheems voor jullie. Waar is natuurlijk wel rechts van de sterkste, die leidt een clan. Ja. En ze zijn de meest ook slim genoeg en goed zo bijvoorbeeld hele macht op te kunnen roepen. Ook gewoon ogers te laten onderwerpen, bugbears mee te nemen, goblins gewoon in angst mee te nemen.
Het is een redelijk hardstevig volk. Okay. En inderdaad, in jouw ogen zou het evil klinken, maar daarentegen als je het in de Utgard, ja, niet zo heel erg. Ja, ja, okay. Het is gewoon andere krijgersstem, wel met, ja, ja, wat meer donkere dingen. Ik vraag aan die guy, ben je ooit eens een keer buiten de Undermountains geweest? Ooit, zegt hij. Echt, weet je, je weet dus ook hoe mensen hier omgaan met no disrespect. Oh god. Daarom ook dat ik, of daarom dat zij nog altijd een wapenschast hebben, zegt hij. Okay. Net zoals jullie. En ik kijk naar de stok. Ja, stok. Wij, ja, ik heb een stokje vast. Kijk je even mijn teammates aan? Maar als jullie... Stereotype wizard. Eén migrant. Ja. Als jullie hier via de Yawning Portal zijn gekomen, waarom zijn jullie naar het kasteel gegaan? Gegaan. Veel wezens. Grote muren. Dus jullie zochten dekking. Als vorige zelfs zochten we een audiëntie om weg te kunnen reizen. Maar er is niemand meer hier. Op jullie drie na. Dat is dat er niemand meer is, dat is precies de reden waarom wij er zijn. Wat wel? Wij zijn op een quest gestuurd om te kijken of wij een manier kunnen vinden om iedereen hier terug te krijgen. Buiten de muren van deze stad zijn er behoorlijk wat mensen te wachten tot ze binnen kunnen komen. Maar dat kan pas wanneer hier de rust is wedergekeerd. Ik pak je leven ze vast. Ja. Ik heb ze zo rugby staan. Ik kom maar erbij natuurlijk. Wij zijn voor hun the way out. Mm-hmm. Want wij kunnen zeggen, zij zijn goede pikken, laat ze gaan. Dus they help us. We help them. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ik zie echt zo voor om zo boven. Nu kijken we terug op naar een van de hoofdboven is weg. Deze boy. Daar heb je eerste vraag meteen weer. Was jullie vriend naartoe? Wat kijken naar het eten? Eten wat je had laten vallen? Keuken is andere kant op. Ja, een van de pot wel, clubs. Oké. Wij zijn hier in het kasteel waar onze aandacht getrokken. Doordat er een gigantisch gapend gat in het gebouw zit. Klopt. Hebben jullie enig idee? Nee, echt. Inside check. Terwijl die zo kijkt als jij kijkt. Nou, echt in glazen ogen, je ziet ze ook echt niet. Maar inside check? Heeft hij zo'n knippige glimlach als jij hebt? Nee. Mag ik inside check doen als je wil? Ja, ik kan inside check. Mogen we group inside check doen? Dat ziet er zo leuk. Ik heb het een band, maar ik ga het gewoon doen. Hoppakee. 27. Inside 11. Nou. Kijk, eerlijk. En je is zo... Ik vertrouw het toch niet helemaal. En jullie zeggen, ik wil... Ja, goed, zij in ieder geval niet. Ja. Maar ze hebben geen toegang tot magic. Althans, of ze moeten ook niet bij zich hebben of een andere peter of een andere weave touched. Ja, dan zullen we zeggen dat we ze eruit kunnen krijgen. Zo, ja. We moeten eerst nog een opbrengen weten. Ja. Toen wij binnenkwamen, door dat grote gapende gat, wat jullie ongetwijfeld ook gezien hebben, mm-hmm, toen hoorden wij struggle. Als een gevecht. Als een zwaar tegen een klauw. En ineens stopt het. En geen missie, een stukje lachen. Dat kunnen we uitleggen. En kijk rechts. Zeg het goed rechts? Nee, geen links, sorry, de andere toe. Die. Ja, en die grote boy daar. Bevek. Haal de laatste vangst. Oké, dan. En ik kijk naar die andere wat er nog staat. Ik heb, ga. Geef maar die stap en hij loopt hier om het hoekje. Mm-hmm. En iets later komt hij terug. Met een. Ja, we houden het omschrijven. Een.
Je ziet twee hele grote lange vleugels. Het is een spreidwijdte van zeker 4, 5 meter. En zijn blauwe gevederde vleugels. Met vleugel? Nee, de totale spreidwijdte. Oké. Okay. De totale wingspan. En geeft met zie je zijn kop een beetje echt half, omgehakt, zal ik maar zeggen. Eraan hangen van een soort van vogelachtig hoofd, een langere nek. Okay. Het hele lijf heeft redelijk fijne veren op zich. Het heeft 4 talons, echt van die grote vogelklauwen. Overal tanden, ook achter zijn schedel, waar een soort van horens achteruit komen. En even kijken. Jij herkent het als een vrok. Oké. Okay. Het ziet er ook uit als een vrok. Deze vind ik wel. Ah, mooi. I press the button. Oké. Okay. Heel mooi. Ja, dat is wel mooi. Mooi boom. En die wordt de vogel toe gesleurd. En je bent daarnaast neergelegd. En dan pak je eventjes Billing as the Rock Corps. Zou je die beneden willen leggen? En die kan wel weer afgelukken. Dat is geen 3 punt. En dan mag je even die oranje gasten naast zetten. Ja. Dat hij dus meesleurt. Laat vallen. En dat was zijn zwaard stevig vastgehouden met 2 handen. Ja. Jullie niet zo vertrouwen. Oké. Okay. En deze was hier toen jullie binnenkwamen? Nee. Waarom was er dan struggle? Nou, wij zijn al een tijdje hier binnen. Dat deze kwam binnen. Oké. Okay. En na het rondzoeken in de gangen, want de beest kan zich klein genoeg maken om door normale deuren te komen, hebben we het in de val gelokt en dit overgelaten. Oké. Hij is dus wel die kant op kijkt, maar je weet zeker dat hij het niet ziet. Dat begint steeds meer te duiden. Oké. Okay. Sorry dat ik het vraag. Misschien ga ik nou buiten het boekje om. Maar wat is er met je zicht gebeurd? Mijn zicht is al decennia weg. En normaal heb ik middelen om te kunnen kijken. Maar iets in deze stad klopt niet. Dat kunnen wij weer uitleggen, denk ik. Ik weet heel goed het steeds bij mijn ogen. Ik zou zeggen, ogen van nou, maar ja. Deze stad is tegelijk met het verschijnen van alle monsters en dergelijke veranderd in een no magic zone. En wij hebben een van de weinige mensen bij ons. Dat eigenlijk wel nog zijn magic kan gebruiken. Geef ze die zorgrechten. Nu zit ik de ene achter hem met het rode gewaad aan het kijken. En ze kijken naar jou, kijken naar Mutanta. Dat is naar het zwijn. Denk ik, nee. Ik kijk zo naar het zwijn. Hij ziet hem echt hoe je de kant op kijkt, want ja. Het zal een worst weten wie het is. En geen praten, bewijs het. En ram op tafel. Het is een buis op tafel. En nu Jezus, ik denk van, oké, dit is het. Oké. Okay. Het is niet meer gewoon aardig praten, dit is echt iets van... Mag je een tournament doen op een stoel? Ik kijk naar Mitranta. Mm-hmm. Ik wil daar een insight maken, of ik aan Mitranta, of die me zo met zo zijn gezicht duidelijk kan maken, of hij wil dat zij weten dat hij magic. Mag ik jou een steltje, alsjeblieft? Een steltje. Dat is puur echt voor het... Jongens, laten we het zien. Een beetje op die manier... 7. Oh, deception wordt... Nee, doe deception maar. Oh, ik weet ook niet, sorry. Stel ik wel eens weer 12. Ah, oh, dat is fijn. 12. Oké. Kijk God. Laten we zien, jongens. Kijk, hoe gedraaid je met handen? Ja, ga je gang! Zeg ik, terug naar Slee. Afhand op. Dat weet ik nog steeds niet. Nou, je staat in zijn buurt, dus. Ja? Oké. Okay. Ik draai een kwartslag, leg in de muur. En ik zeg,
Voorzichtig. Ik ga het nu laten zien. En ik doe een Eldritch Blast. Eentje. Op de muur. En maak je een laagje straal. Vliegt hij in de muur aan. Ja. Laat ze zwarte markering even kort achter op de muur. En zien ze allebei, of alle drie, meteen defensief in houding gaan. Alsof een beetje ingeboren zoals ze in de gevechtssituatie moeten zitten. Dus een hele alerte reactie. Geen panikeren, geen fight or flight mode zou ik zeggen, maar wel adem zal ik doen. Op een gegeven moment zie je de ene, weet je nog zeker, zelfs zonder zicht, dat was geen pijl, nog vuist. Nee, dat was het niet. En geef ze de andere, die wordt een hobo verteld. Ja, het is daadwerkelijk magie. Hij kan het. Sorry, zij kan het. En geef ze, we moeten ze... Weghouden rond. En geef ze een beetje kippen van... te ver gegaan. Een ijzeren vuist bijna. Zeg, je hoort te veel, je krijgt ze meteen op je lader. Dat is meer dan duidelijk. Wij zijn hier met een doel. Wij hebben geen kwade bedoelingen, per se. Jullie volgens mij ook niet, want anders hadden er al lang verschillende mensen op de grond gelegen. Wat is het wat jullie willen? Een veilige aftocht naar buiten, onze hele troep. Kijk even naar Mitrantar en Raven. We hebben ook de toren te zien hoeveel troepen er buiten de stad staan. En ik zeg, daar kunnen wij voor zorgen. Mag een precision check voor jou, alsjeblieft. En wij gaan je echt geloofd dat je dit kunt, niet zo buiten de poort zegt. Geen ras te bieden, spiet hem neer. Maar dat is een deception. Ik geloof echt dat dit kan. Geef eens in. Dan zien we het eens rustig gaan bekijken. Even tot zich nemen. Wat brengt jullie hier? Ik kijk nog een keer naar Mitrantar. Ik kijk naar Raven. En ik zeg, wij zijn er naartoe gestuurd om een object terug te vinden. Waarmee we de stad kunnen herbouwen. Wij geloven dat dit object zich hier in het kasteel bevindt. We zijn echter huiverig dat hier nog iets rondwaart. Vanwege, je hebt het gat gezien. Maar wellicht hebben jullie iets gezien. Of kunnen jullie ons helpen dat te vinden. Want wij gaan niet weg voordat wij het gevonden hebben. Jij bedenkt samen, geef ze even. Maar ze moeten. Mond houden. Ze zijn allebei een keer bezast die wat we doen. Wat zoeken jullie? Wij zijn altijd hier, wellicht op een wereldienst daarin kunnen betekenen. We zoeken een bol. Kristallenbol. Kristallenbol. Die. Een ongelooflijke hoeveelheid energie, magie bevat. En die moeten wij buiten de stad brengen. Veiligstellen. Zodat de overgebleven stedelingen die bol kunnen gebruiken om weer de stad te herstellen. Waar is een persuasion voor de hele groep? Een persuasion. Persuasion. 28. Oh, hey, plus 9. Plus 9. Ik had een natural 20 en 19. Sick. Ja. Het zijn betere. Dat is wel. Betere voor. Ja. En dan kijk even. Sta me toe jullie iets te laten zien. Oké. En op een gegeven moment zie je een loopbaar hoop om de hoek komen.
Maar waar de hoek? Waarom de hoek? Achter ons, om de hoek. Daar, sorry, bij de, achter de blok. Om de hoek, en dan waren we ook een drow. Oh. Oh, ik is spijstje. Ik? Nee. Ik vind een drow een beetje zijn van schattig op een goblin eigenlijk. Drows zijn elfen met een donker paars en een wit haar. Ja, toch. Eigenlijk de... Het zijn de Dark Elves. Ja, flabberen. De Dark Elves, hè? Kom. Beetje flabberen, heb je het niet gezien? Community. Community. Dark Elf. Dat is wel ja, een hele duidelijke opschrijving van een slender Dark Elf. Gaat dus dat weer. Ik denk dat ik weet dat jullie zoeken. Maar. Ik ga je ze laten zien. Maar ik wil geen magie en wapens in de buurt. Oké. Okay. Waarom? Voor al onze veiligheid, zegt ze. Dus ik neem aan dat je mij er niet bij wilt hebben? Oeh. Dat geval niet. Is het dan oké als jij met een van mijn companen samen... Ik denk wel dat het zo eerlijk is dat als wij hier blijven, dat jij ook alleen zult gaan. Nogmaals, ik heb het gevoel dat we elkaar alleen kunnen helpen. Ik begin te lachen. Maar laten we het wel veilig doen. Ik weet dat ik hier al een paar dagen ben. Maar denk dat ik blindelings mijn weg weet. Je lijkt het best goed te doen eigenlijk. Ik heb globaal één kant op, ik weet hoe jij zo doet dat hij niet op zijn die kant op elkaar. Schud jij goed, ik zie meer dan druiven op. Ik fluis, ik mompel zo van, ja, dan kunnen wij die ouwe van ons sturen met die blinden. Ja. En geef het achter hem. Laat anders gewoon hetgeen hier waardoor je magie kunt. Oude games zijn die hebben altijd een arcade focus of spelcomponents nodig bij bouwen. Ja. Op backendrips na. Oké. Okay. En op een gegeven moment, ze zwaar op tafel. Hij zegt, maar deze neem ik mee. En dat is? En laat hem doog zien. En het is, zelfs in de schedel lijkt er echt talloze runen op ingekijfd te staan. Zeg maar, dat de magie terugkeert, staat dit met toe om mee te kijken. Cool. Oké. Okay. Veel beter dan een bril. Ik heb vooral blindheid weggehaald. Oh mijn god! Een beetje. Als je erover nadenkt. Ik pak mijn stok. En ik trek mijn zwaard eruit. En ik leg het op tafel. Ik leg de stok ernaast. Ik geef misschien een paar mensen echt. Een paar van de hoogboven echt. Neerleggen. Binnen om in het goblin. Komen open en ze legt allemaal neer. En die drow begint dook, zo'n soort woord. In ketting neer te leggen, een hele. Okay, dus we gaan wel allemaal mee. Ja, blijkbaar. Hij zegt zelfs voor degenen die niet meegaan, als we in een gezel van 3-3 gaan, blijft de rest hier ongewapend. Dat blijkt me goed vertrouwen. En hij zegt wel in dook en degene bedoelt die achter. Om een hele lastige plek achter te liggen bij zijn rugpaarnas. Geef me vast zelfs hoop van. Stel wij er niet bij kan. Ja, dus als het 3-3 is, blijven die andere bad guys wel in deze kamer waar alle wapens liggen. Of laat ook een van jullie hier. Of, hey, pak een sleutelbos. Gooi die richting jullie kant op. Gebaal, wat is daar afkomen? Zeg, dat zijn onder andere sleutelbossen voor. De kruid aan de overkant. Gaan we met z'n drieën? Ik vind alles prima. Ik vind het goed. Okay. Dan berg je de wapens op. Leg mijn bijl neer. Op deze kamer leg je in een kantoor waar je sleutel hebt. Ja, ik ga er niet vanuit dat als ik een kantoordeur afsluit en ik kom terug, dat de kantoordeur dan nog open is, mocht er geen stip. Dus ik leg het gewoon hier neer. Ik ook. Stap neer, zwaard neer. En je stapt niet, wandelstok. Ja. Je stapt. Geef ze wel eentje. Hier is zijn stof, zijn stap nog. En geef zo eens. Kan die ook vriend ook magie? Nee. Er
Oké, zoals ik zei, ik ben de enige die mag hier. En geen mens, mag je eens een deception check opmaken? Och ja. 12. En geen mens is een oogwart van ouwe. Dat waarom is die hier? En toen je met al die uitzicht is die 2 dagen niet geslapen heeft. Pak rammen heeft gehad. Mijn blauwe plekken bezig heeft. En oud en frail is. Omdat mijn magie zo sterk is. Dat als ik mijn arcane focus vast heb. Dat degene in mijn buurt die ik vertrouw. Ook lichte magie kunnen pakken. Maar mijn arcane focus. Je moet gewoon een deception check maken. Negen. Negen, ik kijk. Oh. Hey. En nog een keer. Je staat achter toe. Hier klopt iets niet. Wat is het daadwerkelijk? Ja, ik help je wel. Ik zeg, laat uit je stok. Ik help je. Oké. Ik doe een arm zo om hem heen. Zo. Ik zeg, nou dan kom. Pa. Oké, ik leg mijn stap neer. En dan ga ik leunend op Raven meelopen. Want ik ben oud en fragiel en vermoeid. En, ik weet helemaal niet waar mijn arcane focus is, ik wil mijn stap in mijn broek. Nee, ik heb niet gewoon in je broekzak zitten. Ja, was. Voorheen was dat het edelsteen, maar dat heb ik natuurlijk niet meer.